Ben a controller. Name your body new over. Ben a controller. Name your body new over. Ze moeft als een slang, zet er in trance en geef jezelf over. En we gaan go 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 go. En daarna ga je lo 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 lo. Helemaal kwijt zo van go 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 go. En daarna ga je lo 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 lo. Leuk. Het is een leuke uiting van creativiteit, weet je, schrijven. Zeker. Zeker, man. Gewoon jezelf uiten erin. Dat... Ja. Ik kan er gewoon uren in vast blijven hangen. Dat is het erge, jongen. Echt, soms vergeet ik gewoon helemaal de tijd, toch? Dat ik denk, oh shit, ik zit hier al gewoon de hele dag gewoon hier. Facts. Ja, man. Die tijd heb ik er helemaal in. Ja. Het is zo para. Ja, facts. Ja, man. Ik moet ook wat meer energie erin brengen, merk ik. Want ik zit altijd... Dus... Ja! So good. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Pickwick met Rix. En vandaag hebben we echt een speciaal iemand, waar ik al heel lang op heb gewacht, zeg maar. Hij is er al een tijdje, maar ik heb het hem eigenlijk nog niet eens gezegd. Maar ik ben wel echt een grote fan van deze man. Bro. Omdat, ik zeg altijd tegen iedereen, het gaat om delivery, zeg maar. En zodra jij, zeg maar, of toen hij nog rapte, zeg maar, ik weet niet of hij nu nog rapt, maar toen... Zijn delivery was altijd on point, je weet toch. Je kan er gewoon uren naar blijven luisteren, zeg maar. En als ik zeg oh, dan zegt het genoeg. Ja. En als ik zeg six, dan zeg ik shoot. Ja man, vandaag zitten we hier met Kid. Van Omega, producer. Voorheen gaan rapper. Welkom man, bij Pickwick met Rix. Ja man, het is een eer. Je weet het, bedankt man, bedankt. Zoals je weet... gaat het om theetje drinken en gewoon kijken wie de persoon achter Kid is. Yep. Want volgens mij kennen heel veel mensen je al misschien van beats maken en zo. Misschien. Maar misschien niet wetende wie je bent, zeg maar, in het normale leven. Elke gast vragen wij, als ik de thee inschenk, wanneer was je hoofd voor het laatst thee? Goede vraag. Dat is al echt lang geleden eigenlijk. Kijk, mijn kids kunnen met thee maken. Maar echt thee, dat is wel echt lang geleden, denk ik. Nee, maar kinderen, ja man. Kinderen kunnen je thee maken. Dat is gewoon facts. Maar je gaat dan niet tot die, weet je. Ja, nee. Ja, nee, man. Ik moet ook echt zeggen dat het echt lang geleden is. Ik denk dat het de laatste keer dat ik dan zo ver kwam, was dan wel werkgerelateerd, denk ik. Dat heeft iedereen, man. Ja. Iedereen. Weet je, ik was zo'n klant. Want wat die. Ja, dat was toen, dat is, werkte hij bij een dat is credit controller, dus bij een factory maatschappij. Dat houdt in dat de bedrijf waar ik werkte, die koopt dan de facturen op. Betaalt ze alvast aan hun klanten, zeg maar, zodat die klanten, zeg maar, sneller hun geld hebben. En dan innen wij het geld. Nou, ik had zo'n klant die dat is ook, die is eigenlijk, dat dit voor financieren, dus voorschiet eigenlijk. Ja, dus gewoon klaarnachtig. Ja, het is meer... op business level in die zin dat als je een factuur hebt, dan neem je het eigenlijk over. Wordt die overgekocht, dan heb jij je geld al. Meestal moet je 30 dagen wachten. Dus dat is goed voor je cashflow enzovoort. Maar dit was zo'n klant die moest dus geld hebben. Maar weet je, er was van alles aan de hand dat gewoon niet gebeurde en zo. Maar deze man die doet niks anders dan schreeuwen. En ik ben best wel, weet je, in die... Ik heb klantenservice gedaan. Weet je, ik kan gewoon heel relaxed blijven hoe hard je ook schreeuwt. Maar deze man was elk telefoontje, was elke keer schreeuwen. Zo erg was in die coronatijd. Ja, nu komt alles weer naar boven. Ja. Ook die hitte? Ja, want het was echt, op een gegeven moment begon hij echt te schreeuwen. En dan echt tot het randje dat je denkt, oei, juggle. Ja. Weet je, je komt nou bij die grens. Weet je. Ja. Ja, op een gegeven moment was het zo ver dat ik ook weer terug ging schreeuwen. Serieus? Hij had je te pakken gewoon. Ja, hij was echt. Maar mijn mooiste van dat was, en dat was tijdens corona. Ja. Dus ik werkte thuis. Ja. Mijn zoontje was ook thuis. Die was erbij. Dus Chi, vrouwtje, die kwam naar beneden. Hey, is alles goed? Dus mijn zoontje zegt, ja, papa is boos op Patrick. Hij wist precies met wie ik sprak, omdat ik zo, dat was wel echt waarbij ik ook echt even zo van, nou liet ik me wel... Even gaan. Ik ook even zo bij collega belde van, nu is mijn grens bereikt. Bij deze vent is het echt bereikt. Ja, dat is wel een goede voorbeeld van, wel een van waar ik echt wel heet. Werd toen echt thee. Ja, zeker. Oh shit. Nou, laten we dat ook, wat ik altijd tegen iedereen zeg, laat het de laatste keer zijn. Ja man, zeker.
Ook heb je het zelf niet in de hand. Nee, maar wat je in de hand kan houden, weet je, probeer het in de hand te houden. Ja, zeker. Daar ben ik wel voor, man. Ik wil niet meer onnodig thee worden eigenlijk. Nee, klopt. Maar ik denk dat het ook met op een gegeven moment de leeftijd komt, facts, toch? Ja, facts. En fase van het leven, ja, weet je. Ja, zeker. Maar ik denk ook soms in wat voor een situatie je zit, zeg maar. Is op een gegeven moment wordt het frustratie zijn. Die dat ook. Diep, maar oh ja, maar dat is ook. Dat kan ook invloed hebben. Ja, precies. Als je, als je daarmee loopt. Ja, precies. Ja, en dan komt het ineens eruit. Terwijl je denkt van, ja. Hey, normaal ben ik helemaal niet zo. Je weet toch? Maar ja, klopt. Dit was gewoon even het kookpunt. Boiling point. En zo kan je ook sneller tot die theepunt komen. Ja, zeker. Perfect. Zeker. Ja. Ja, ik pak even smaken, een theetje. Ik ja, heb man. Hier verschillende smaakjes. Ik heb hier ook nog in die dingen. Ik zei rooibos of allerlei vruchten, toch? Ja, rooibos. Kijk, ik zie hier bijvoorbeeld mango. Mango voor je vrij, man. Mango gas to be good. Maar je bent nu producer, je rapt helemaal niet meer? Nee. Ja, ik moet wel zeggen dat het sinds de laatste tijden is het wel weer gaan prikkelen. En ik heb echt wel weer wat geschreven. Oké. Ook weer geprikkeld worden door, weet je, bepaalde pieps. Ja. Maar nee, ik heb op een gegeven moment, ja, weet je, ik zat op een punt dat ik dan tracks ging maken, zeg maar. Toen woonde ik het net in Tilly. Mm-hmm. Had ik al een goede spot. Waar kan ik deze kwijt? Had ik al een goede spot om, weet je, dus had ik in mijn hoofd, ik ga een EP maken. Dus weet je, dan ook waar we net over hadden, over die perfectie, constant, weet je. Nee, is niet vet, man. Is geen vette track. Is niet vette first. Is niet dit. En zo bleef het maar rollen. En nou had ik dan wel, zeg maar, zoveel tracks op de plank. Zo van, oké, dit zou een tape kunnen worden, weet je. Maar zat ik ook weer in zo'n bol van, wat ga ik nou doen eigenlijk met mijn leven? Weet je, zie je jezelf nou op de bühne staan, weet je, tot je 80ste. Mm-hmm. En ik dacht ook van, ja, weet je, gaat dit het zijn? Weet je, maar ik wilde wel gewoon muziek blijven doen. En beats maken was altijd al iets. Eigenlijk komt dat omdat ik spitte, ben ik beats gaan maken. Zodat ik gewoon, weet je, zelf beats had om te spitten. Ik ken het, ja. Maar, ja, toen, weet je, ook door social media krijg je allemaal van die, ja, van die wijze woorden, quotes en dat. Ja. Kom je allemaal van die dingen. En dan kwam ik uiteindelijk op een stelling. En dat is over een rule, een 80-20 rule. Mm-hmm. En dat zegt van, als jij... eigenlijk is het de bedoeling dat jij 20% moeite, effort, 80% resultaat moet behalen. En dat ging ik dan zeg maar linken met, oké, hoe zit dat dan met tracks bouwen? Hoe zit dat met muziek maken, weet je? Dus ik dacht, ja, hey, serieus, ik doe 90% moeite om een fucking first te schrijven, weet je? Dus waar, weet je, moet dan daarin door? En toen ging ik nadenken van, ja, waar heb ik dat dan wel? Yeah. En toen dacht ik, hey, maar wacht even, beats maak ik best wel snel in dat opzicht. Sneller dan dat ik een first in elkaar heb of zo, weet je. Ja, en dat heeft me eigenlijk een beetje doen switchen van, nee, met 20% effort maak ik een beat, maar daar haal ik misschien wel veel meer resultaat uit. En veel meer vreugde, zeg maar, in plaats van schrijven. Ja, een beetje dat fulfillment gevoel van, oké, weet je, ik heb hem af, of weet je, ik ben verder gekomen dan dit. Ja. En toen kwam het dus ook op dat idee om, ja, je kan beats verkopen, daar is een platform voor. Dat is, weet je, dus zo is het langzaam maand van, nee, misschien is dit het. Ja, want dat is de Beatstars. Beatstars, ja. Daar ben ik toen op een gegeven moment bijgekomen. En ik zag een tijdje geleden, had je ook voor de film volgens mij iets gemaakt, toch? Ja, dat was... Hoe is dat tot stand gekomen dan? Ja, dat was... Dus ook in het beatmaken zoek je verschillende soort van money, stream of inkomen. Hoe kan je verdienen aan muziek, zeg maar? Ja. Los van bijvoorbeeld muziek verkopen als artiest of als producer. En daar is onder andere dus sync licensing. Dat is dus muziek voor video, tv, advertising. Okay, beetje vloggers, YouTube filmpjes. Daar zit dus eigenlijk long term money in. Mm-hmm. Weet je, als je daar gewoon... Ja, weet je, dus de mooie scenario's zijn als je bijvoorbeeld een hitserie op Netflix en die heeft een beat van jou. Ja, bijvoorbeeld. Dat blijft maar. Of een sportkanaal, weet je, die blijft gewoon beats gebruiken en jouw beats gebruiken voor een bepaald stukje een fragment van een of andere, weet je, dunk of noem maar wat. Weet je? Nou, en dat... Daardoor ging ik dan ook kijken van hoe moet ik mensen benaderen? Hoe moet ik zoeken naar zulke companies? En zo ben ik dus ook via Twitter heb je dan, je hebt gewoon manieren om te zoeken naar een music supervisor. Of gewoon hashtag synclicing of whatever. Mm-hmm, mm-hmm. En zo kom ik op zo'n check, zij heet Stormy. Nou, ik ben de naam al vergeten, joh. Stormy Maya. Ja, dus totaal niet iemand waar je het van ze vinden. Ze Olifants en zo, weet je. Nee, dus ik denk, wat doe jij? Maar zij blijkt dus een actrice te zijn. En voor het eerst een film te maken. En zij gooide gewoon toen een keer op Twitter. I need beats for my new film.
Nou, ik heb daar gewoon op gereageerd. Ik heb gewoon beats gestuurd naar die e-mail. En uiteindelijk kreeg ik daar reactie door. Ja, we pakken 2 beats. Keihard. Ja, want ik zag het ineens op Instagram voorbij komen. Ik dacht, oh shit, dat is wel muziek. Keihard. Ja, dus ja, goed. Dat was dan voor de eerst van, oké, dit is wel, dit moet ik meer hebben. Mm-hmm. Weet je, dus dat is, en dat was ook voor het eerst dat je een beat had verkocht? Nee, dat niet. Nee, dat was later, zeg maar. Okay. En nou is het niet zo dat ik ervan kan leven of zo. Nee. Want ja, soms dan pak je wat en soms ook helemaal niks. Ja, want bij Omega begon je beats te maken pas. Nee, daarvoor al. Nee, ik ben eigenlijk begonnen met rappen. Hè. Dat was mijn begin. En toen met Tano ook, met Cenk ook. Ja, klopt, ja. En pas later, toen was ik ook meer met bijvoorbeeld Doubt en met K bijvoorbeeld. En toen kocht ik Reason, weet je. Dat was dan mijn eerste programma. Zo ben ik beats gaan bouwen voor het eerst. Oké, en dat was nog voor Omega? Of was dat tijdens Omega? Dat was eigenlijk een beetje in de periode dat het, zeg maar, begon te groeien. Ja. Ja, want toen was het al dat we bij Doutweg Groningenstraat, weet je, dat toen de tijd Ima zat er ook, toen zaten we al bij elkaar. En toen prikkelde Dout en Ima, die prikkelden mij weer om beats te bouwen, weet je. Dat deden hun eigenlijk al. En toen ben ik dus die programma gaan kopen van, wat ga ik doen? Zo'n crack, weet je. Die is een 4 of die is een 3. Maar hoe was dat dan, zeg maar? Kijk, als jij, zeg maar, een beat maakt thuis, dan zit jij in die vibe, toch? En dan moet je het nu aan anderen voor het eerst horen, maar je hebt net pas, je maakt pas beats. Hoe was dat, zeg maar? Want dat was wel een, zeg maar, een soort van drempel. Of vond je dat geen drempel? Ja, weet ik niet. Het was meer van, kijk eens wat ik heb. Ja, weet je? En dan was dan een Ima en een Doubt waren dan de eerste mensen. Yo, kijk wat ik heb gemaakt. Yeah. I can do it. Zo'n gevoel heeft van, yo. Zeker. Ja, en het was ook in de tijd dat... Het grappige is dat je zit in een tijd, in een trend. Weet je, toen de tijd was... Jezus, ik ben er slecht met namen dan, man. Die gast van de Candy Shop. Scott Storch. Hij was hot. Weet je, hij had veel beats. Ja. Dus nou, de eerste beats die hadden, waren ook soort van inspired by hem eigenlijk. De manier van zo'n pitch erin gooien op melodies, weet je. Ja. Shit. Maar, en later ben ik dan gekeken, wat ga je meer doen met produceren. Maar het is nooit de prio geweest. Omdat je bent toch MC, spitter. Ja. En dat is, zeg maar, bij mij ook. Ik wilde rappen, maar op een gegeven moment... Wat ik altijd ging doen is... We gingen altijd, zeg maar, de beats van YouTube downloaden. Ja. En dan gingen we gewoon, hoe we nu zitten... En dan gingen we freestylen, toch? Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Hey, om ook elke keer te wachten op mensen voor beats. Je moet mensen vragen, hey, heb je beats? Je weet toch, sommige mensen willen geld, maar je hebt geen geld. Dus je zoekt de middenweg, toch? Dus op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat, ik ga het gewoon zelf doen. Ja. Ik ga het gewoon zelf beats maken. Maar ik wist van mezelf, ik heb geen geduld. Want dat zei ik altijd, ik heb geen geduld om beats te maken. Want je moet die geluidjes ook toem, 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 toem. Je bent de hele tijd bezig. Forever. Echt. Dus op een gegeven moment dacht ik van... Ineens had ik het gewoon. Dacht ik, ga gewoon beats maken. En toen kwamen die boys hier. Toen zeiden ze, hey, laat me op deze beat rappen. Toen dacht ik wel van, oké. I can do it. Ja, ze willen op die beat rappen. Je weet toch, het is niet alleen hoe ik in de avondje in mijn kamertje zat. Maar nu willen mensen echt erop rappen. Dus toen vond ik echt van, dan gaan we het doorpakken. Ook is het misschien niet helemaal perfect. Ja, en het verschil ook nu is dat het nu ook veel makkelijker. Ten opzichte van vroeger, weet je. Zeker. Dat kan nu ook veel makkelijker. Jij kan er ook heel veel van leren, weet je. Op YouTube of whatever. Kijk op YouTube, man. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? En ik moet ook zeggen, de nieuwe generatie is nog fucking oud eigenlijk, weet je. Maar ze zijn ook snel, hoor. Ze zijn ook snel, weet je. Dat ik denk, wow, weet je, dat gaat echt snel. Maar zo zat ik niet, weet je. Nee, maar omdat het ook gebruiksvriendelijker is, zeg maar. Dat en je evolution of... zelf die samples maken. Ja, klopt ook. Snap je? Ja. Je hoort iets en denk je, dit kan ik wel samplen. En dan moet je het helemaal gaan tweaken nog. En nu is het al getweakt, alles, je pakt het. En klopt, ja. Het is gewoon klaar. Kant en klaar. Ja, toch? Ja, klopt, ja. Ja, man. Ik heb hier een eerste vraag voor jou. Yo. Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit? Oeh. Ja, dan zou ik van alles willen kunnen doen eigenlijk. Dat is, kijk, weet je, een dagje met het gezin is voor mij al een ideale dag. Mm. Een dagje muziek is voor mij al een ideale dag. Weet je, als ik een vrije dag heb dan, en ik heb bijvoorbeeld maandag is mijn vrijdag. Ja. Dan heb ik de kids die niet naar school gaan. Mm-hmm. Dus dan heb je tijd met hun. Maar je hebt ook, als ze even slapen, tijd voor mezelf. Ja. Dus ja. Maar jij bent wel echt dedicated in, want dat vond ik mooi. Ik was toen op RMS-dag voor mij 2 jaar geleden in Rai. Oh ja, vertel je toen, ja. En toen zei je tegen mij van ik moet, zeg maar, ik noem maar wat, 8 uur moet ik beginnen.
Dan sta ik gewoon 5 uur op om nog even te mixen. Dat ik, toen ik dat hoorde, dacht ik, dat is echt dedication, man, broer. Mm. Ik ben dan zo iemand, ik ga dan liever laat in de nacht door. Ja. En dan morgenochtend dan maar met pijn in mijn hart opstaan. Ja, dat is een beetje het heeft twee kanten eigenlijk. Maar het is één, het is niet zozeer... Ja, het is ook wel dedication, maar het is ook gewoon... Ja. Je hebt zo weinig tijd in een dag. Ja. En ik werk gewoon, weet je, van een kantoorbaan van 9 tot 5. Je hebt toch gewoon kids. Dus een avond heb je 2-3 uur. Klopt. Dus, en ik ben ook ik ben ook iemand die in de nacht ingaat, hoor, eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik heb dat geswitcht omdat... Ja, bijvoorbeeld als je mixt, dan is het goed om frisse oren te hebben. Dat is voor mij een mindset van, dan kan ik beter vroeg opstaan. Ja, maar dat is toch goed. Toch die dedication om op te staan. Ja. Snap je? Terwijl je denkt van, eigenlijk hoef ik... Weet je toch? Ja. Net wat je zegt, je komt er nog niet helemaal mee rond. Maar toch, je hebt die passie om alsof enige, je ervoor betaald krijgt. Ja, het enige wat wel lastig is wat ik zei, ik ben een laatslaper. Mm. Dus soms dan, weet je, die avond daarvoor, weet je, ben ik, weet je, heel lang bezig geweest. En dan, oh fuck, weet je, dan... Ja, moet je weet je? Ja, die zijn lastig. Die maar dat is ook weer structuur en discipline. Wat weer, weet je, waarbij ik dacht, ja, dat is ook goed om je eigen aan te leren. Dat je een beetje een soort van gedisciplineerd bent of zo, weet je. En daardoor dus structuur brengt aan whatever je doet. Maar dat is die dedication. En ik denk dat dat uiteindelijk ook zich gaat belonen. Ja, ja, dat is wel dat is de goal, weet je. Ja, zeker, tuurlijk. Zeker. Kijk, ik was ook heel erg van, moet sneller. Ja. Weet je, moet snel. Maar ja, weet je, je zit nou in een bepaalde, tenminste, ik zit nou in een bepaalde fase van mijn leven. Ik heb gewoon, weet je, eigenlijk wel een druk leven. Dus dan moet je ook gewoon accepteren van, oké, dit is mijn tijd. Ja. Dus mijn tijd moet ik gewoon zo invullen dan. Ja, zeker. Ja, is er ook, zeg maar, een moment geweest, of het nou rappen is of beats maken, dat je uit je comfortzone moet stappen? Dat je dacht van, oké, ja, nu, wat ik nu moet gaan doen of wat ik nu moet gaan ondernemen, ik weet het eigenlijk niet, zeg maar. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd heel erg veel in mijn comfort, vooral in de laatste 10 jaar, zeker wel 5-6 jaar, dat ik heel erg in mijn eigen bubbel zat. Mm-hmm. Maar überhaupt gewoon uit die bubbel gaan en eens gewoon connecten met andere mensen buiten de mensen die ik al kende. Weet je? Dat is sowieso wel één ding. Bijvoorbeeld bij die studio waar ik zit, weet je, daar is Dr. Moon is dat, shout out Jer. Hij deed een keer een app gooien of een appgroep maken met allemaal mensen die iets met muziek deden. Tof, weet je? En ik was net in Tilburg, misschien 2 jaar of zo. En ik zat net in die studio en ik kwam ook in die groep. Voor mij was dat, yo, ik ken niemand. Dus dat is voor mij al gelijk van, gotta do it. Ja. Weet je, gotta do it. Dus ja, dat is wel een goede. Ik denk ook het moment dat je naar Tilburg ging. Want heb jij daar bekenden daar, zeg maar? Of nee, eigenlijk totaal niet. Ja, de verhaal daarachter is natuurlijk ook wel heel grappig. Kijk, het is sowieso liefde, weet je. Het is gewoon het vrouwtje die me daar naartoe bracht. Ja. En, maar ja, goed. Wat ook weer grappig is, is ik dacht toen ik zeg maar met Chi begon. Ik dacht Tilburg is onder Utrecht daar zo. En toen die dag, dan heb je die nafje zo, weet je. Fucking Belgische grens daar. Shit. Ja, man, shit. Ja, man. Ja, inmiddels bijna 10 jaar daar. Oh shit. Ja, man. Ja. Ja. En wanneer was die finale van de Grote Prijs? Welk jaar was dat? 2012. Oh, ja. Toen woonde je nog in Bovensmeerde. Ja. Oké. Tijd gaat ook hard, hè? Facts. Shit. Facts. 12 jaar geleden, joh. Ja, jongen. Ik kan me nog echt herinneren als de dag van gisteren. Weet het nog heel goed. Mooie tijden. Ja, man. Ja, man. Mooie tijd. Ik ga even een vraag voor je pakken uit de grabbelton. Oké, heel wat verzameld. Zeker weten. Geloof je? Jazeker. Ja. Ja? En waarin, als ik vraag? Ja, weet je, ik geloof in God als zijnde de absolute force die je leidt. En hoe doe je dat? Ja, ik weet niet. De innerlijke kracht in je, dat is de force, weet je. Oh, zo, de force is. Snap. Ja, weet je, bij God heb je, bij de meeste hebben mensen, af te missen, zou je zeggen, dat is een of andere being die zo de touwtjes in handen heeft, weet je. Maar het is gewoon voor mij gewoon die force within you, within us, waar je op kan teren, weet je. Ja. Waar je naartoe gaat, waar je naar, weet je, als je mediteert, als je bidt, dan mediteer je, dan ga je in jezelf, dan ga je naar die force toe. Dat is, in dit geval is dat mijn God, weet je. Oh, dus niet echt een religie of zo? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben, weet je, wij zijn allemaal christelijk opgevoed, dus dat is dan een soort van de leidraad van hoe je geloof invult, weet je. Nou ga ik niet vaak naar de kerk meer, weet je. Mm-hmm. En het is ook vaak als ik een behoefte aan heb, dan ga ik wel.
Weet okay. je, en ergens dan roept iets mij van oké, okay, waarom? En dan moet er iets uitkomen van daarom ging ik even hierheen. Heb je behoefte vaak, zeg maar? Of? Ja. Ja, die heb ik wel. En het is ook vaak gewoon het leven waarin je zit. En ook gewoon een beetje de gemakzucht van, nou, weet je, I'm good. Mm-hmm. I'm good. Maar er zijn toch gewoon momenten dat ik denk, oké, weet je, even stilstaan. Ja. Stilstaan bij het feit van, oké, weet je, dankbaar zijn. Ja, dat is... Weet je, en dankbaar. Het is maar hoe je het zelf invult, vind ik, weet je. En voor mij is de invulling, is die dankbaarheid is naar God. Als je, weet je, thank the force for having me here, weet je. Ja, weet je, al die blessings die je krijgt. Zeker, de blessing, ja, man. Maar ook gewoon alle beproevingen die je moet doorstaan. Je moet ergens kracht uithalen. Ja. En sommige mensen halen het uit zichzelf. Sommige mensen halen het uit, uit Allah of uit Mohammed. Weet je? En ik vind het in God en Jezus. Weet je? Ja. Maar ik ben niet zo'n kerkganger dat ik daar, elke zondag zit. Ja. Dat dan ook weer niet. En ik moet ook zeggen dat ik daar ook wel een beetje een eigen vulling, een eigen soort van... visie in hebt. Want ik heb wel zelf invullen hoe ik geloof en hoe zo denk ik er ook over. Net wat je zei, het is een leidraad, zeg maar. Als er een situatie zich voorkomt, dan ga je het altijd naar de Bijbel of zo vergelijken. Ja. Je weet toch, onbewust. Klopt. Dus. En ergens, ik geloof gewoon dat daar gewoon zoveel in zit. En dat je daaruit moet halen, dat daar de force zit. Weet je. Ja. Dat geloof ik gewoon echt. Okay. Weet je. En de kerk, weet je, is voor mij dan ook een plek om dat, zeg maar, tot mij te nemen of zo. Ja. Weet je, al is het door de mensen om me heen, al is het door de liederen die je zingt, al is het door de preek die net misschien één zinnetje, die had ik nodig. Ja. Bijvoorbeeld, weet je. Ja. Dus daar zit het hem eigenlijk vooral in. Zeker. Ja, man. Nu hebben we het over waar je kracht vandaan haalt, maar waar haal je je inspiratie vandaan? Zeg maar, naar wie keek je altijd op, zeg maar? Oeh. Ja, joh, dat is verschillend ook, weet je. Okay. Je hebt natuurlijk mijn familie, weet je, mensen, mijn vader, weet je. Broers, mijn neven. Maar ook, weet je, in muziek, ja, dan heb je buiten hip-hop om alleen al. Weet je, hoeveel grootheden er zijn, weet je. Als je kijkt naar de producers, heb je bijvoorbeeld Quincy Jones, Danny Riley, weet je. Maar ook een James Brown, weet je. En in de jazz, weet je, Miles, weet je. Je hebt daar zoveel van uit te putten. En soms heb je van die, weet je, Sublime of zo. Mm. En dan hoor je zo'n tune en denk je... Ja. Martin van mij luistert ook altijd Sublime. Ja, ga je luisteren van, oh, kijk, hij doet het zo, weet je. Yeah. Hij doet het zo, weet je. Dus daar, ja, musically haal ik daar van. En ja, weet je, ik ben echt een 90's, een 80's baby, die 90's hip-hop gewoon, weet je. Daar luister ik heel veel naar. Want ik eigenlijk stelde ik die vraag met opzet. Ik dacht misschien dat je zou zeggen Wu-Tang. Wu-Tang sowieso. Ja, maar het is breder dan dat. Oh, dat is breder, ja, oké. Okay. Kijk, Wu-Tang bracht me naar hip-hop. Ja, oké. Okay. Wu-Tang bracht me echt naar hip-hop. Ja. Want ik zag ook dat RZA had een post van jou gerepost, toch? Dat vond ik keihard. Ja, dat vond ik keihard. Kijk, ik ben niet, zeg maar, zo'n Wu-Tang fan als jij en Chinky, zeg maar. Ja. Hoe ik dat zag, ik kon wel de enjoy wat jij had, zeg maar. Van, shit, man. Ja, maar wat was dat? Ik had gewoon een post gedaan. Ik heb gewoon kleding voor mijn kids met de logo erop, weet je. Boerlogo erop. En toevallig... Nou, mijn oudste zoontje had ik, toen was hij 6 of 9 maanden of zo, had hij zo'n rompetje aan. Yeah. En dus ik had een foto dat we allebei iets van Wu aan hadden. Yeah. Maar ik had ook een foto van mijn dochtertje. Die had zo'n Wu-Tang logo met Hello Kitty. Hello Kitty, ja, heel cool gemaakt. Ook zo'n rompetje. Mm. Dus ik had eenzelfde foto gemaakt. En die heb ik zo samengevoegd in zo'n collage, weet je. Gewoon gepost, hashtagje taggen. En in één keer hoor ik, iemand zei mij, hey, check dit dan. Hij liet me zien dat hij gewoon gerepost was. Yeah. En ik had het zelf niet gezien. Yo, keihard. Ja, man. Hey, shit. Ja. Maar door wie ben jij nou eigenlijk geïnspireerd? Vraag ik me ook wel eigenlijk af, weet je. Hoe ik ben begonnen met rappen? Ja, wie überhaupt, ja. Eminem. Ja, hè? Ja, man. Dus, vele. Kijk, ik luisterde wel hip-hop en zo, je weet toch, Tupac en zo. Maar gewoon om te luisteren. Maar toen ik hem hoorde rappen, zeg maar... Gewoon hoe hij die rijm zette, zo. Het opende voor mij. En plus hij was blank, toch? Dat ik dacht van, oh, als hij dat kan, kan ik het ook. Maar op een gegeven moment zat ik er zo in vast. Ik vond gewoon hard hoe hij die... De laatste tijd kijk ik ook filmpjes op YouTube. Ze gaat Cassidy, die gaat dan... Ken je Cassidy, die rapper? Ja. Hij gaat dan helemaal uitleggen... Hij is ook een battle rapper. Ja, hij gaat dan helemaal uitleggen hoe die rijmsopbouw is, toch? Ja. Gaat hij ook die...
rijm dan vertellen. En dan zegt hij, kijk hoe hij dat rijmt. Dan, en op een gegeven moment ga je denken, hé, dit is syllables, gewoon... Syllables, weet je. Ja, precies dat, Ja, dat is sick. Dat je echt denkt van, hé, dit is niet zomaar... Dit is gewoon echt... Dit is gewoon echt kunst, dit wat je... Ja. Maar de laatste tijd ben ik hem, zeg maar, kwijtgeraakt. Op een gegeven moment werd het, je weet toch, je bent niet meer... Ik herken dat. Maar ik hoorde laatst toevallig nog wel die diss track tegen MG, Machine Gun Kelly. Oh ja, ik heb het niet helemaal geluisterd. Nou, ik zag toevallig op YouTube zo'n short movie en dan gaat die lyric video. Toch? Oh ja, ja, ja. En op een gegeven moment, ik zit het gewoon te lezen, zeg maar. En dan denk ik van, hey, dit is weer gekke shit. Ja, hoe hij hem, weet toch, met gekke woorden, hoe hij hem pakt. En heel, net zei ik ook tegen Cenk, ik luister nu heel weinig oldschool hip-hop, zeg maar. Ik ben niet, echt hè? Niet new school hip-hop. Ik zit daar ook helemaal in vast, zeg maar. Ja, ik probeer dat altijd, maar ik kom altijd weer terug op de meer oudere fanaten of de veterans. Mm-hmm. Ja. Of in ieder geval een beetje, kijk, bijvoorbeeld de J. Cole en Nipsey Hussle. Dat is allemaal onze lichting, weet je. Dat is onze lichting. Dus van die lichting is ook voor mij een soort van relatable. Ja, zeker J. Cole. Ja. Maar dan vind ik het ook weer hard omdat hij het alles zelf doet. Dat vind ik juist keihard. Ook als producer. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, man. Want je beseft het zeg maar niet. Op een gegeven moment ben je die album aan het luisteren. Dan denk je, deze keer doet het gewoon zelf. Hij is ook gewoon nice with it. Ja. Dus zowel beats, maar ook zijn, weet je, zijn lyrics zijn ook gewoon keihard. Weet je. Dus, zeker. Ja, dat is ook wel een inspiratiebron dan, weet je. Ja, als je het hebt over inspiratiebron, is dat er ook wel zeker een. Zeker. Ja, man. Ja, man. Wat vind je van Young Thug? Goed genoeg, mm-hmm. maar ook weer niet goed genoeg om te zeggen van ik vind hem goed genoeg, omdat ik eigenlijk niet zo heel veel nageluisterd heb. Oké, Ja, maar ik kan het wel waarderen, weet je. Maar het is niet dat ik nou, ik noem mijn line-up. Nee, dat zal ik ook niet doen. Maar eigenlijk luister ik hem niet. Dat je, dat is, ik heb wel eens een nummer voorbij en dat is meer omdat je dan op social media, even checken. Maar dat is ook deze tijd nu. Je hebt iets, even checken en dan heb je gelijk alweer een volgende om te checken. Er worden zeg maar heel weinig, misschien zeg ik het, ga ik nu heel oneerbiedig zijn, maar het zijn weinig classics, zeg maar. Vroeger als je alle, bijvoorbeeld een Dre, Snoop Dogg, zodra die beat al begon, dan wist je al, je kon je verplaatsen in die tijd, weet je toch? En nu heb je dat helemaal niet meer. Ja, ik denk dat het te maken heeft met tijdsgeest sowieso. Ja. En kijk, nu heb je zoveel en iedereen kan het doen. En toen had je dat niet. Toen moesten mensen echt super on die grind om daar überhaupt te komen. Klopt. Ja, en dan gaan mensen ook beter. Dan zie je dat zeg zo vaak. Hè, dan is de kwaliteit is gewoon beter. Omdat er heel veel energie en tijd in. En nu is het natuurlijk meer kwantiteit. En vanuit die kwantiteit komt ook kwaliteit. Dat is gewoon facts. Natuurlijk, want het is gewoon zoveel. Dan moet een artiest, als je gewoon blijft consistent blijft met jouw tracks en met jouw muziek. Mm-hmm. Dan ga je uiteindelijk ook gewoon, jouw kwaliteit gaat ook omhoog. Zeker. Maar het is zoveel dat je inderdaad moeilijk de classics kan herkennen, weet je. Dat is zeker. Dat is, consistent, dat ben jij ook, hè? Facts. Ja, het is in mijn tempo, laat ik het zo stellen. In mijn tempo ben ik gewoon wel consistent. Ja, ja, maar het is niet zo dat ik denk van, hey, hij heeft lang niks gedropt of zo. Ik zie je altijd wel regelmatig voorbij komen. Dit jaar heb ik me echt een beetje zo van, ik moet wel een soort van, weet je, vaste postmoment hebben. Heb ik elk jaar geprobeerd, hoor. Ja? Elk jaar probeer ik het en ben ik even stevig aan het posten. En dan is het, maar dat is ook altijd, weet je, ik ben ook gevoelig voor gebeurtenissen. Weet je, als er Oramati weet ik veel wat. Dat het dan in één keer op vakantie, dan laat ik alles even liggen. Maar dan komt er ook verder niks meer van niks terecht, weet je. We gingen een paar weken geleden gingen we met mijn schoonfamilie gingen we weekend naar Ardennen. Spullen inpakken. Op een gegeven moment zat ik hier zo. Ik zeg tegen mijn vriendin, sorry man. Ik ga die mic, ga alles meenemen naar daar. Ja. Ik ga met mijn schoonfamilie naar daar. Maar we hebben niks met muziek maken. Nee, maar ik dacht gewoon van, stel je voor, dat is een moment. Dat de muziek, dan ga ik gewoon die laptop pakken. Maar zo gierig, jongen. Ik heb de hele laptoptas niet eens aangeraakt. Maar ik had wel alles bij me. Ja, maar het is wel beter als je het bij je hebt. Want ik neem het ook mee altijd. Ja? Soms heb ik ook echt wel, als vakantie neem ik wel mee. Maar soms is er een moment, hé, kan ik even. Ja. Maar soms voel ik me ook echt schuldig, weet je. Dat is wat ik net al zei. Dan zit ik zo lang hier. En dan denk ik, shit man. En dan denk ik, ja, nu zit ik er toch lang. Maak ik het ook maar af dan ook. Ja, precies. Echt. Ja, ik ken dat wel. Nee, maar ik kan wel echt wel even momenten dat ik het laat liggen. Ja. Dus, maar ik, weet je, ik, dat is ook weer inspiratie. Want hoe consistent jullie zijn bijvoorbeeld met staffen, met bijvoorbeeld Kemets K-vragen. Hij legt ook uit van, ja, weet je, als je één keer shoot, heb je content voor zo lang. Ja, weet je, zeker. En dat is omdat je vooruit denkt, weet je. Dat probeer ik nou ook een beetje te doen, zodat ik
soort van niet... Oh shit, het is vrijdag, ik moet snel een post maken. Weet je. Ja, ben je daarmee bezig? Klopt. Ben je helemaal off met wat je eigenlijk wilde doen? Ja, klopt. Dat, en uiteindelijk gaat het om die consistentie. En daar draait het uiteindelijk om. Want vorige keer zei Kay ook van, ja, het is Koningsdag. En was ook op een donderdag volgens mij. Ja, en ik weet niet of mensen gaan kijken. Ik zeg, broer, het gaat uiteindelijk om de consistentie. Facts. Als je nu daar rekening mee gaat houden, ga je met meerdere dingen rekening houden. En gewoon blijven gooien. Zo denk ik nog steeds. Ja. Ja. Soms denk ik, oh ja, nee, dat kan niet, want dan heb ik dit. Ja, precies. Ja, nee, zeker. Net als nu ook. Gewoon elke maandag is dan de Pickwickdag. Elke donderdag is K-vragen met Kay. En zo probeer ik dan elke dag iets te hebben. Want je bent je zendt dingen uit, snap je? Je bent een kanaal. Dus als je elke dag wat mensen kan entertainen of iets kan geven, is het alleen maar goed, man. Ja, ik probeer dat nu dus op mijn vrijdag. Want ik zei eerst dat ik maandag dit, dinsdag dit. Ja, maar dan weet je, nog steeds die time management. Ik heb maar 3 uur de tijd. Moet ik ook nog muziek maken? Moet ik ook, weet je? Dus en eerst deden wij het Tunesday. Dan elke dinsdag gooiden we een stukje Maar op een gegeven moment, bro, dan... Konden we zaterdag niet schieten, dan werd het zondag schieten. Maar dan moest die dinsdag alweer geüpload zijn. Klopt. Maar dan moest ik hem nog editen. Ja, ook. Weet je, dus op een gegeven moment het gewoon afraffelen. Dat toen zei we tegen dit moeten we stoppen. We moeten iets anders verzinnen. Ik heb dat ook een beetje, zeg maar, toontje laag gedaan. Eerst denk ik moet elke week een beat hebben posten. Nee, ik wil het nog erger. Maar weet je, oké, laten we elke week gewoon een beat posten, weet je. Maar dat lukte maar gewoon niet. Ja. Weet je, dus nu doe ik het zo dat ik zeg maar in de maand 2 keer een beat post en 2 keer gewoon zo'n sessie. Oh, weet je dan? Dat is zo'n sessie post doen en op de vrijdag. En daar probeer ik me wel echt te concentreren. En dat is op de vrijdag? Vrijdag. Oh, elke vrijdag? Elke vrijdag dan doe ik dat in ieder geval. Oké, dus jullie horen het. Elke vrijdag even kijken op zijn pagina op Instagram. En wat is je Insta? KIDmusic, k.i.d en dan _ Music. Je zal het ook wel zien straks bij de editing. Ja, zeker. Ja, man. Dus ga checken, man. Consistentie is zeker belangrijk, man. Ja. Ik zie ook een hele mooie vraag. Wat is de laatste tune die je hebt geluisterd voor je hier kwam? Erika Badu. Erika, welke song? Didn't You Know. Ja, het was in de auto. Ja, ja. Ja. Oh, was het radio of gewoon... Nee, mijn Spotify. Okay. Zat in mijn Spotify list. Ja, ik ken alleen... Tyrone, man. Nu voel ik me echt slecht, man. Mensen die kijken, de killen. Ja, weet je. Iedereen heeft zo zijn eigen scope, weet je. Ja. En, Erika Badu, die zit in de mijne. Oké. Okay. Luister je veel naar Erika Badu? Ja. Neo Soul is wel überhaupt een genre waar ik graag naar luister. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En wie zit dan nog meer in die genre? Weet je, D'Angelo. Oh, ja. Music Soul Child. Oh, ja. Ja, Erika Badu, Jill Scott. Weet je, dat soort... Gewoon die relaxe... Ja, man. Gewoon soul muziek, weet je, maar dan van de jaren 90 eigenlijk ook. Maar die hebben allemaal gewoon... Neo Soul heeft ook gewoon een bepaalde sound, weet je. Oh, dat heet Neo Soul? Neo Soul, ja. Oh, Neo Soul. Jezus, bro, zie je, dat wist ik niet eens, man. Heb ik weer wat geleerd. Ja. Want ik zei vorige keer ook tegen Chink, ja, man, dan ga ik weer nieuwe dingen leren. Hij zegt, nee, ik wil gewoon chillen, maar onbewust leer je toch dingen. Man. Je leert toch dingen. Dat is wel vet, juist. Ja, dat is wel zeker. En net zo, daarom zeg ik ook, zeg maar... Ja, hij kwam hier, nu ben jij hier. Je bouwt je netwerk toch weer op. Je weet toch, de band wordt steeds opgebouwd. Dus facts, ja. Ja, je weet maar nooit wat hier daarna uit kan rollen, toch? Ja, dus, precies. Waar we het over hadden, je moet expanden. Sowieso, ik vind het sowieso love, weet je. Dat je me überhaupt had gevraagd hiervoor. Oh ja, nee, maar dat zei ik al tegen Kay. Want ik zeg, ik wist zeg maar niet helemaal precies wat de rolverdeling binnen Omega was. Ja, maar ik wist wel dat jij grote vinger in de pap had. Om het zomaar niet oneerbiedig, maar gewoon dat je veel dingen... Ja. Die grind, zeg maar. Ja, hij een beetje karttrekken is het meer. Meer karttrekken was het. Ja, dat was het vooral. Ja. Maar daar kan ik me wel in herkennen. Hij zegt ook vaak dat als we hier zitten, zegt hij... Ja, Micha, je doet me denken aan Micha. Ja. Hij deed ook altijd alles. Dus. Ja, dat is een beetje karttrekken. Weet je, het was gewoon een schip met 6 kapiteins. Alleen soms moest ik die, weet je, dan moet je toch vooruit kunnen. Ja, dus, zeker. Dus dat was wel... Het is altijd met de goede bedoelingen, zeg ik altijd, weet je toch? En soms gaat het eventjes niet zoals het moet gaan. Oh, je weet toch, we zijn met 6, hè? Ja, ja, 6 gepallen bakken, weet je. Ja, zeker, hoofdpijn. Is hoofdpijn. Soms hebben we echt wel die avond nog met 6 chagrijnig. Ja? Kan je een anekdote geven? Ik gebruik die mooie woorden. Anekdote geven van een memorabele avond met Omega. Poef. Dat je zegt, die avond dat we zo bijgebleven. Dat is misschien wel een van de vetste en meest bijzondere gigs die wij hebben gehad. Ja.
En dat was dat Chinko, die zei, ik heb een festival, we kunnen op een festival. En wij zo, oké, dope, weet je. Maar we lieten hem ook gewoon echt, weet je, dat regelen. Mm-hmm. En dus wij al helemaal, nou, is goed. Maar we zagen er niet veel van op internet destijds, yeah, weet je. Dus het was ook een beetje van, oké, wat is dit eigenlijk? Hey, luister, dit was in Friesland. Wij kwamen daar aan. En het was gewoon zo'n weiland met zo'n boerderij, weet je. Ja, maar serieus. Hè? En wij dachten ook, the fuck is dit, man? En dan gelijk al naar Cenk, what the fuck is dit, Cenk, man? Helemaal, dat zijn ook die momenten dat we wel een beetje boos worden. Van, ja, filter die shit, ja, is goed, weet je. Maar goed, weet je. Daar komt het spontaan ook vandaan. Ja. He's taken everything. Met love, weet je. Ja, zeker, love. Want, ja, want hij is de man die de ondernemer is. Hè? Hij is de man die, en dat is goed voor ons, weet je. Ja. Maar soms is hij daar. Ja. Ja, rustig aan, rustig aan. Maar hij heeft die gig wel geregeld. En dat is nu wel de meest memorabele gig geweest, want we kwamen daar dus aan op zo'n erf, en de muziek was hard, hè? Dat was dus wel een soort van festival, maar wij kwamen aan, joh, dit is zo'n fucking techno ding, wat is dit, weet je, ja, echt super raar, maar waar een paar boys mee zaten, hey, vet, joh, weet je, zo, weet je, dus ja, op een gegeven moment, oké, nou, weet je, nou, die welkomstding was al zo'n spandoek met spuitbus, de naam van die festival, dus toen zagen we, joh, wat de fuck is dit, gewoon buurtfeest. Wij kwamen daar, het was gewoon echt een technofeest. Oh shit. Het was gewoon echt een techno, dikke schransfeest was het. Maar ze hadden dus ook een soort van blok waarin wij dus wat gingen doen. Mm-hmm. Weet je, dus nou ja, dat was ook gewoon. Daar zaten de apparatuur er eigenlijk al niet eens voor. Weet je, ze hadden zo'n Behringer mixertje, weet je, waar dan de mics aan moesten. Heb je nog een mic? Oh, moet nog een mic? Ja, nou, dan gingen ze weer zoeken naar nog een mic. Hebben jullie een pony? Kwamen ze met paletten, weet je. Ja, ga hier maar staan. Nou, luister. Die gig, wij gingen toen op een gegeven moment ook ons dingetje doen. Mm. En dat waren allemaal van die, ja, weet je, Friese. Dat was de enige die kleur die daar was. Dat waren wij, weet je. Dus dat was ook al memorabel op zich, weet je. Nou ja. Fijne gig toen, maar we hebben het eigenlijk zo goed gedaan dat we, ja, weet je, ja, die crowd daar is helemaal los kregen. Ja? Ja, dat was wel echt vet. Ja, dat is keihard. Maar je moet nagaan, weet je, dan deden wij het nummer voor Alarm, toch? Ja. Fucking LNR, zijn we! Ze waren gewoon super enthousiast. Mooi, ja, dus, en ja, de feedback daarna was ook, jullie waren echt vet. Mm-hmm. En dan was er zo'n DJ, hey, ik moet zo daar draaien, willen jullie bij mij rappen? Ik dacht, nou ja, misschien wel, weet je. Dikke schrans, hoe moet je daar nou over hebben, weet je? Ja, maar ze zijn op een level, toch? Dat maakt het voor niet meer uit, man. En dan was er ook dus een andere chick uit de Belmer, of ja, Zuidoost, in ieder geval, die ging ook rappen. Nou, die had ook iets, maar die had geen DJ. Nou, wie ging dan helpen? Soes. Die ging voor haar. goeie, ja. Oh shit. Oh, dat is echt de meest memorabele ding met de Omega. Omega. Dat we ook dus inderdaad ook gewoon de crowd daar helemaal loskregen. Ja, helemaal meekregen. Ja, dat is wel leuk. Wat ook weer was, ja, ik had toen mijn ex, ik woonde toen ook in Drachten, is Friesland. Het was in Friesland. Dus ja, ik gooi Agoeie erin en ik had al die Friese mee. Ja. Zo had je dus al een beetje een soort van connectie met de crowd, weet je. Ja. Oh, goeie, hoor. Dat heb je dus wel goed, technofeest, Omega op het technofeest. Ja. Dat had ik wel willen zien, eigenlijk. Ja, man, die was echt mooi. En als je al die boys vraagt, die zullen allemaal hetzelfde zeggen van, joh, die was echt mooi. Ja, want Kiko heeft me dat wel een keer verteld, ja, over deze. Ja, hij zei al van chinken. Ja, die was oh, shit. Ja, zeker. Ja, man. Oh, dat is een hele random vraag. Hoe zet jij een ander in het zonnetje? Hoe zet ik een ander in het zonnetje? Ja, ja, dat is een goede, hangt van wat de situatie is. Maar dat gaat vaak gepaard met in ieder geval show me love in woorden of in cadeautjes of zo, denk ik dan. Weet je, ik denk dat het is. Ja, ik zou ook niet weten. Ik vind het ook een hele random vraag. Ik denk dat vooral, weet je, gewoon aangeven of een blijk van waardering geven, dat wel al iets is, weet je. Dat zeker, ja. Iemand in het zonnetje te zetten. Is het uiteindelijk hoe de anderen accepteert. Ja, het waardeert hij net, dat zeg maar. Ja, ja, ja. Zeker, man. Ja. Ja. Als je terug kon gaan in de tijd en één ding kon veranderen, wat had je dan gedaan of gezegd wat anders zou moeten zijn? Ik vind die lastig, man. Ja? Want ik geloof ook dat als je één ding verandert, verandert je alles. Klopt. Weet je, en ik weet niet of ik alles wil veranderen. Snap je? Natuurlijk zijn er momenten geweest waar ik dat maar anders gedaan of zo. Ja. Maar ja, misschien als er iets zou zijn, dan zou ik bijvoorbeeld wel al eerder in de muziekgame zo stappen. Weet je? Ja, zeker. Veel eerder. Ja. Veel eerder. Ik had ook veel eerder beats gaan maken of zo, misschien. Ja, veel eerder al een soort van
dit wil ik doen. Mm. Weet je, ik ben heel lang zoekende geweest van wat wil ik nou eigenlijk doen. Ja, ik ook. Weet je? Ook in de muziek. Wil ik dat wel? Wil ik dit echt wel? Weet je? Heel lang zoekende geweest hoor. Ja, maar jij hebt jezelf dit nog antwoord kunnen geven op die vraag, zeg maar. Oh, ik zit op een gegeven moment dat ik denk van, wil ik hier nog wel mee doorgaan? Ja. In mijn hoofd denk ik van, hey, beter stop je ermee. Maar net waar we net met Jor ook over hadden, over de voetbal, je weet toch? Ja, de passie. Dat is een passie, ja, je weet toch? Ik kan het gewoon niet loslaten. Ik kan het echt niet loslaten gewoon. Ja, dat is mijn drive. Het is heel raar is dat, hè? Ja, en dan gaat het niet om of je daar bent. Het gaat er meer om, weet je? Het gevoel. En dat je het doet. Zeker, weet je? Zeker. Natuurlijk moet je een doel hebben. En dat zei ik gisteren ook tegen Kebe. Bij jullie hebben ook duidelijk een doel. En daar zijn jullie best wel heel erg consistent in. Maar we houden jullie ook aan vast. En dat is dan zichtbaar op een gegeven moment, weet je. Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ik Jor en Kiko heb, zeg maar. Dat ik Jor en Kiko heb, want daar kan je mee stoeien, zeg maar. Ja. Dus je bent continu dingen aan het uitwisselen, ideeën aan het uitwisselen. En soms is het een goed idee, beetje soms sparren. Ook niet. Ja, een beetje sparren. Beetje sparren, ja. Dat heb ik wel echt nodig, want anders is het soms de drempel te hoog om die stap te zetten, snap je? Ben je ook gewoon op zo'n moment geweest dat je vooral alleen je ding aan het doen was? Hoe bedoel je dat? Ja, nu, je zei, je hebt nu dan Jor en Kay, weet je. Maar had je ook gewoon momenten dat jij die niet had en jij op je eigen was? En dan, ja, vaak genoeg. Vaak genoeg, want net zoals ik zeg, op een gegeven moment moet je die kar wel trekken, toch? Ja. En ik ben iemand van, er moet gewoon product worden geleverd, zeg maar. Dus ik ben ook gewoon continu muziek aan het maken. En eigenlijk maak ik elke dag wel een song. Ook al is het niet een geweldige song, maar gewoon even om mezelf te uiten. Ja. Gewoon even te tweaken, wat kan ik zeg maar met mijn stem doen. Maar dat vind ik dus vet, hè? Want onbewust ben je jezelf dus eigenlijk al aan het trainen om het maken van die perfecte producten. Ja, precies. En dat precies. Is dus al vet, hè? En dat was bij ons ook, bij mij ook een beetje probleem. Je begint er iets, maar je maakt het niet af. Nee. En als je dus iets afmaakt, weet je, dan heb jij, dat is ook gewoon een game, hè? Gewoon afmaken of het goed is of niet. Ja. Maar daar haal je wel weer kwaliteit uit en consistentie uit. Ja, dat zeker. Is weer, weet je, wat ik van jullie heb van, joh, met die tracks die jullie ook droppen steeds, of toen de tijd, jullie waren die constant bezig. En Kees zei, joh, we hebben zoveel nummers gedaan. Dat ik, damn, dat zo moet het eigenlijk ook, weet je. Gewoon droppen, gewoon doen. Zeker. En je weet toch? Zeker, zo ja man. En dat is, maar dat is ook gewoon, we zijn alle drie echt gedreven in een ding. En niet allemaal, zeg maar, muziek. En dat, daar ben ik wel blij om. Want als we met z'n alle drie op muziek zaten, viel de rest buiten, zeg maar. Maar nu hebben we met camera, met kleding en iedereen. Heel zo verdeel je de krachten, zeg maar, snap je? Maar je helpt elkaar wel zodat die vuur erin blijft. Ja. Niet dat je afzwakt, want op een gegeven moment wordt het ook een gewenning, toch? Van oké, we moeten dat en dat posten en dan raff je het af. Maar je moet wel erin blijven. Is een beetje herkenbaar ook, zeg maar, bij Omega bijvoorbeeld, omdat we allemaal music waren. Maar al het andere, weet je, dat was er niet echt. Klopt. Dus dat is wel echt relatable. Ja, maar op een gegeven moment als je dan, dat deed ik dan wel, deed alles. Ja. En op een gegeven moment wordt het allemaal een beetje, nou niet half werk wil ik zeggen, maar omdat je kan je niet overal in verdiepen, dus je bent beperkt in de dingen wat je kan, zeg maar. Ik herken dat. Ik herken dat heel erg, omdat ik ben dat is een goede kant van mij misschien, veelzijdig. Mm-hmm. Ik kan veel. Yeah. Maar omdat je alles kan, dan doe je alles, weet je, je stopt het dus ook maar, je doet 20% beats, 20% spitten, 20% weet ik veel, social media. Yeah. Maar als je gewoon 100% beats kan doen, dan gaat je ontwikkeling ook gewoon veel sneller natuurlijk. Weet je. En dat is mijn valkuil, want ik wil mixen, ik wil masteren, ik wil al die shit doen. Ja, dat wil ik, zo ben ik ook. Dan kom ik er ook achter van, maar sommige dingen moet je maar gewoon, weet je, uitbesteden. Of, weet je, laat het aan andere mensen over. Maak het jezelf niet te moeilijk. Weet je. Ja, dat vooral, maak het jezelf niet te moeilijk. Maar ik hou ervan om het mezelf te moeilijk te maken. Ik ben ook zo iemand die het per se moet gaan doen of zo. Ja, zo ben ik ook. Elke keer als ik er weer tegenaan kom, denk ik, Toen laat ik mijn neef erover. Soms dan vraag ik iets, zeg maar, en dan merk ik al van het duurt te lang en dan heb ik altijd van laat maar, ik heb het al gefixt. Maar ik breng het wel zo, maar in mijn hoofd denk ik van laat maar, ik fix het zelf wel. Je weet toch? Ja. Dus zo ben ik ook echt, ik ben gewoon continu bezig in mijn hoofd. Ja. Wat gaan we doen, wat gaan we doen? Het rust ook niet, man. Facts, is zo herkenbaar. Ja? Ja. Ook gewoon een vraag stellen en daarna ben je al heel wat anders. Ja. Die heeft al achter bij mij. Dan stel ik een vraag en dan ben ik alweer met anders bezig. Maar weet je, ze moet een antwoord geven, maar ik ben al niet meer aan het luisteren. Of soms dan geef je het antwoord dan, maar in je hoofd zeg je eigenlijk meer, toch? Totale bullshit, want je hebt gewoon niet geluisterd, want je zat in je hoofd, weet je. Dat heb ik wel met mijn vriendin, jongen. Dan denk ze, hè, en dan word ik gewoon boos van, snap je het niet? Maar dan ga ik even terugluisteren, denk ik van, kill, je gooit alleen maar steekwoorden eigenlijk. Het zat allemaal in je hoofd. Shit.
Ja. Wat zou je doen met 10 miljoen? Ja. Oké, als je zo staatsloopt, Lotte, dan ga je daarop nadenken. Ja, dat zeker. Ik weet dan precies wat ik ga doen. Ja, ik denk dat ik ook wel een goede verdeling zou hebben. Kijk, ik zou sowieso natuurlijk investeren. Ik wil sowieso investeren in vastgoed. Mm-hmm. Of dat zou ik sowieso daar ergens, weet je, vakantiehuizen of zo noemen. Ja. Want dat is ook weer een money income die gewoon blijft, weet je. Dus dat, weet je, natuurlijk, weet je, goede doelen voor Maluku. Of iets voor Maluku, mm-hmm. weet je, of voor mijn kampong. Kampongs. Ja. Daar zou ik wat in willen stoppen. Of iets voor de community. Weet je, zoals weet je, inderdaad een plek waar creativiteit bijvoorbeeld. Weet je, dat soort dingen zou ik misschien wel willen doen. En natuurlijk ook voor jezelf, natuurlijk. Weet je, je leven wat beter maken. Mm. Of wat dan beter moet. Ja. Want op zich, weet je, ja, we leven hartstikke goed eigenlijk. Zeker. Maar investeren, ik denk dat investeren een hele grote zal zijn. Want anders maak je het alleen maar op. Klopt. Uiteindelijk. Weet je, maar ik had laatst op werk erover. Zei ze van, ja, als je een miljoen zou winnen, zou je dan nog werken? Ik zei tegen die mensen, nee man, ik werk niet. Ik ga niet meer werken. Ja. En ze zeggen, jawel, ik ga werken. Weet je hoe snel een miljoen op is in een jaar? Ik dacht bij mezelf, hé, deze miljoen, man. Dat kan, hè. Maar ja, weet je, het is je zegt inderdaad niet werken, maar ik zou wel werken, maar voor mezelf. Ja, precies. Weet niet je? Meer voor een baas. Niet ja, meer voor nee, een baas. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet, man. Nee, man. Dan wil ik die investor wel zijn. Dan wil ik die... Weet je, dan begin ik wel een bedrijfje wat weer een soort van nieuwe inkomststream kan precies. maken, weet je. En ja, voor de toekomst. Zeker. Weet je, en vooral voor de kids, weet je. Dat is uiteindelijk sowieso het doel, weet je. Ja, net zo Wu-Tang toch? Facts. Voor de kids. Ja, man. Wu-Tang is voor de kids. Maar je moet nagaan, hè. Dat is het vette van Wu-Tang toen al, maar nu blijkt hoe groot Wu-Tang eigenlijk is in Nederland. Ja, man. Klopt. Dat is gewoon sick. En ik besefte het maar pas toen die serie... Kwam. Oh ja. Amazon, waar was het? Hulu. Ja, daar. Maar je hebt hem nou video lang. Ja, ik had die serie gekeken, toen dacht ik, wow. Ja. Ja. En het is helemaal niet eens zo'n gangster serie, snap je? Net niet als NWA, je weet al dat je ziet hoe ghetto, maar dit is gewoon echt... Ja, ook hoe wel. Hoe ze survive in die music dingen, snap je? Iedereen ligt op hun. Ja, echt. En dat vond ik echt tof, man. Het is echt een music serie, zeg maar. Ja, man. Maar de verhaal daarachter is ook gewoon sick, weet ja, je? Hoe zij zeker. En ja, met Omega had ik een beetje dezelfde feeling voor van, joh, dit maar zo zag ik het ook, cats, man. Zo zag ik het precies. Ja, we hebben, weet je, ik zei altijd, je kan een soort van vergelijking maken, want bepaalde karaktereigenschappen van een van hun kan je weer linken met. Ik vond altijd bijvoorbeeld Kay en Town waren toen echt sicke duo met z'n tweeën. Kon echt shit doen, weet je. Beats maken, spitten, alles. Dus hun waren Ray en Ghost, weet je. Okay. Zo, weet je. Zo een beetje. Kan je een beetje elke persoonlijkheid zo invulling geven of zo. Ik zag jou wel als die method, man. Ja, maar dat zeggen velen. Maar ja, weet je wat ook gewoon is? Is dat, als je het ook weer hebt over inspiratie, dat was wel een van mijn grootste inspiratiebronnen. Als het ging om spitten. Ja. Weet je, zijn manier van, weet je, zijn flow, weet je, zijn woordkeuzes, zijn schemes. Maar net als met jou, met Eminem, is het een beetje afgezwakt. Ja. Weet je, tuurlijk, ja, dat is daar. Ze worden allemaal oud, hè? Zeker. Dus je hoort dan ook wel, ja, je doet hetzelfde. Mm-hmm. Maar hij is nu op die Fitlife, hè? Ja, met het man. Ik zie het er wel eens. Was in de gym, jongens. Ja, oh, die man is een kast geworden. Ja. En ik zie, hij heeft Redman er ook in getrokken. Ja, maar die is geen kast. Nee. Dus Redman is ook gevaarlijk. Die zo'n sicke MC. Hij doet het ook zo makkelijk hoe die doet. Maar die live dingen van hun, dat vind ik echt geweldig. Ja. Met de man Redman, hun shows. Had je er niet voor de vorige podcast ook? Ik ben ik ben twee keer geweest. Ik ben naar mijn Melkweg geweest. Ja. Dan kwam die nog fucking laat ook, joh. Want toen moest ik met de laatste trein naar huis. Ik heb die show niet eens af kunnen kijken. Oh, serieus. Maar wat ik heb meegemaakt, dat was gek. Hun show was echt... Energie. Zoveel energie. Klopt. Je kan niet stilstaan en alleen kijken, zeg maar. En je moet ook voor. Ja, zo ben ik dan weer niet. Ja, je is helemaal goed, weet je. Maar op een gegeven moment, bij hun show ben je overal. Je bent voor, je bent achter. Want ze gaan door die hele publiek, toch? Dus dan ben je overal, man. Dus dat is wel tof. Ja, man. Maar binnenkort zag je nou iets geks? Ziggo Dome. Ja, toch? Ja, ga je ook? Nee, ik heb niet. Nee. Ching gaat volgens mij wel. Weet je, ik heb zo... Oh, je vrouwtje is ook fan van Wu-Tang? Nee. Ching zei ik. Oh, Ching. Die gaat, hè? Maar ik heb ze dus voor het eerst gezien allemaal in Rotterdam. Op het festival. Dat was in 1997 of zo. Oh, shit. Ja.
Dus dat was het moment dat ik ook die turn. Maar toen waren ze ook hot, denk ik. Ja, toen kwam toch? Die nieuwe album ook uit. Gravel Pit? Nee, Wu-Tang Forever. Oh, oké. Okay. Die kwam uit. En toen begon ik echt op hip-hop. Oké, okay, shit. Ja. Dus voor mij is die, yeah, been there. Ja, zie hem al. En ik moet zeggen, weet je dan, Massale, Ziggo Dome en zo. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of ik dat weer leuk vind. Snap je? Zo. Ja, ik vind de Melkweg bijvoorbeeld, weet je, dat is veel compacter, veel intiemer. Ja. Weet je, dat is toch, vind ik, liever of zo met zo'n groep of met hip-hop of met MC's. Dan zo'n grote dat je ver en op een beeldscherm moet gaan kijken. Ja. Maar ja, die shows zijn wel meer uitgepakt, zeg maar. Dat geloof ik ook wel, ja. Ik ben toen naar JC en Heineken Musical geweest. Ja, hoe dat zeg maar al begon. En op die doek hadden ze zeg maar die design en dan als een licht. Dus het ging over die hele doek en het is groot, toch? Ja, ja, precies. En dat is al gewoon heel... toch? Entertaining. Ja, entertaining. En dan valt dat doek naar beneden, de vuurwerk, boef. En dan komt hij ineens. Weet je, als ze op een smoke zou komen. Bro, weet je, dat was die... Weet je, I'm in there. Ja. Maar dat was echt hard, man. Jammer dat ik dat nooit echt live heb kunnen zien. Ja, maar als ze nooit naar Nederland zijn gekomen met die tour. Maar misschien kan dat nog, want nu gaan al die oude artiesten maar. Ja, maar schrijf je mensen zoals... dit zijn te high. En Snoop Dogg is al opa. Ja. En hij zijn al grote mensen, gaan niet meer toeren, denk ik. Ja, we zijn niet meer nodig. Nee, niet meer nodig, denk ik. Oh, shit. Ja. Welke gebeurtenis gaf jouw leven een positieve draai? Kids. Kids. 100%. 100%. En je hebt er? Drie. Jongen, hoeveel? Mijn oudste jongen, dan heb ik een meisje en dan weer een jongen. En hij is ook wat met muziek? Of? Ja, het zit in hun. Okay. Maar weet je, het komt eruit. Eigenlijk, je zou willen. Weet je, bijvoorbeeld mijn oudste, die heeft al proefleg drummen. Hij heeft gezegd, ik wil drummen. Maar het is niet dat hij thuis op, weet je. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, hij is wel heel, hoe zeg je dat? Expressioneel. Hij kan wel een soort van freestylen altijd. Dat hij zijn eigen tunes maakt. Gewoon zingen en... Yeah. Weet je, maar ook een beetje op een musical kind of way. Dat heet hij ook vibratie in zijn stem en zo. Weet je? Dus, er zit expressie in hem, dus er zit in hem. Weet je? Dat is leuk, man. Ja, en toevallig van de week was mijn dochtertje aan het performen met mijn andere zoontje met zo'n ding. Weet je? Dus tuurlijk, het zal er wel in zitten. Ja. Maar nemen ze wel mee naar de studio of zo? Ja, ze weten dat hij boven altijd zit. Ja, oké. Okay. Dus dan komen ze altijd wel naar boven. Soms komen ze meedansen. Vooral mijn dochtertje, dat is echt een meisje. Die gaat dan meedansen. Oh, dat is wel leuk. Ja, zeker. En vroeger was het altijd wel leuk als ik een beat rijdde en hun dingen, dan weet ik, goede beat. Weet je, als hun het al kunnen denken, toch? Maar dat heb ik ook met mijn bonuszoontje, zeg maar. Ja, nee. Dan zitten we in de auto en dan zet ik een muziek op en dan hoor ik hem maar gewoon meeneurien. Dan denk ik van, precies dat. Het zit er gewoon in. Ja. Laatst was ik ook gewoon een nummer aan het mixen van een Amerikaanse guy. En even later hoor ik mijn dochter dat nummer gewoon. Want het is natuurlijk op repeat de hele tijd, weet je. Ook als ik klaar ben, dan draai ik beneden ook gewoon even om te luisteren. Yeah. Dus ik draai mijn shit ook gewoon beneden. Dus zij krijgen alles mee. Maar je mixt voor artiesten? Ik doe dat ook. Oh, shit. Als extra service bied ik ook mixings aan, Maar op jouw beat? Of per se. Nee, niet per se. Oh, shit. Nee. En dat was ook een beetje een soort van, die guy had het nodig. En ik dacht, ik kan het je geven. Ik kan het voor je doen als je wil. Weet je? Ik bedoel, ik doe het niet in een mixing room. Ik doe het gewoon met de kennis die ik heb. Ja. Met de middelen die ik heb. Uiteindelijk gevoel toch en gehoor. Ja, gehoor. Daar komt het wel op neer. Dus dat doe ik ook, Hey shit, jij doet echt alles, man. Je doet nog meer dan mij, man. Ja, shit. Goed. Ik moet even upgraden. Ja, dat komt ook weer voort uit die Beatstars, weet je. Want kijk, Beatstars die biedt dus ook aan dat je kan je beats verkopen. Maar je kan ook soundpacks verkopen. Je kan mixen, je kan masteren. Je kan een grafisch designer zijn om websites te bouwen of meehelpen of dat aanbieden. Weet je, dus het is niet alleen een platform voor producers of artiesten. Maar je kan alles daarin kwijt en dat delen met de andere producers en artiesten die daar dus ook terechtkomen. Best wel een hele, hele goede opzet, een hele goede platform. Maar je kan je niet als artiest daar aanbieden? Jazeker. Op Beatstars? Nee, je kan als artiest daar aanmelden en dan linken met producers en beatmakers. Maar je kan je eigen account ook hebben. Daar zitten partner dingen aan vast, zoals een e-mail marketing of merchandise, kleding. Je kan gewoon connected zijn met... ik zei het gisteren met Chink over gehad. Ik weet even niet meer, volgens mij dat... Printed of Printerest of zoiets. Dat je eigenlijk alleen maar designs moet en dat het gewoon dat de rest wordt geregeld vanuit
die printer is, geen distributie, geen voorraad hoef je te kopen en zo, weet je. Dus het is allemaal gelinkt. Oh, shit. Je kan alles eraan linken, weet je. Oh, dan moet ik dat ook even kijken, man. Ja, dat gaat best wel. Dat is best wel vet, opgezet. Ik dacht echt dat het gewoon net als hoe was dat, weet het vroeger SoundCloud. Nee. SoundClick. Ja. Ik dacht dat dat zoiets was. Ja. Ja, dat denk dat mensen ook, maar de mogelijkheden daar zijn best wel sick. Oké, dan ga ik het even checken, man. Best wel sick. Ja. Ja. Kan ik je laten zien wat ik bedoel met wat e-mailmarketing, bijvoorbeeld geautomatiseerde e-mails laten versturen, weet je, dat soort snap je? Dus dat soort dingen die, ja, ook voor je marketing, zeg maar. Ja, dus dat is ook een manier om je volgers, zeg maar, bij je te houden, of in ieder geval. Hey, ik wist dat nooit, man. Dan moet ik daar ook even in gaan verdiepen. Dat is wel interessant, hè. Want daar ben ik ook eens een keer ingestapt, weet je. Of in ieder geval als onderdeel van een andere ding waarbij ik dacht, laat ik dat proberen. Ja. Beats. Maar dat is dus e-mail marketing. En dat is eigenlijk, ze zeggen ze van, ja, kijk, als jij als heel social media nu uit zou vallen, zijn al je volgers weg. Maar als jij e-mailadres hebt, kan je iedereen nog bereiken. Snap je? Dus e-mail marketing is eigenlijk een hele goede manier om jouw mensen bij jou te houden. En zeg maar te connecten met hun via e-mail eigenlijk. Heel vaak heb je natuurlijk mails van, ja, ik krijg weer zo'n mail. Maar je bent toch connected met die. Met diegene. Ik ga dat nu wel. Ja, ik heb het gedaan en ik moet zeggen dat daar mis ik dus wel consistentie in. Maar dat heeft ook weer te maken met het stukje tijd die je daarin moet steken. Ja. Weet je? Want je kan alles alleen. Ja, eigenlijk wel. Ja, man. Ja, shit. Je kon het niet, weet je. Ja, echt. Respect, man. Dat zijn goede dingen, maar ook minder goed. Jij zei laatst ook, weet je. Het is ook goed om mensen om je heen te hebben die helpen, weet je. Die juist dingen van je hand hadden. Zeker. Zei toen ook een keer tegen mij, weet je. Ja, wat ook met RMS dacht toen. Ja, zeker. En ik weet precies. En ik zei toen al van, ja, sorry, je moet je met iets just halen, man. Weet je toch? Ja, sowieso. Help, graag, man. Sowieso. Ja, man. Oh ja, zo'n vraag, ik weet denk ik het antwoord al, maar ik stel hem toch. Zou je liever een goede carrière hebben of een groot gezin? Ja, ik heb al een groot gezin. En dan bedoel ik ook het gezin, het feit dat ik, weet je, ik kom uit een gezin met 5 boys. Ja. En mijn vader en mijn moeder hebben 12 kleinkinderen. Dus ik zit al in een groot gezin. Ja. Dus dan die carrière. Goede carrière. Oké. Om vervolgens weer te kunnen voeden aan dat grote gezin. 12 kleinkinderen. Ja. Goeie, man. Goeie. Ja. Geblest. Dat is blessing. Ja, dat is echt een blessing. Dat is echt blessing. Echt zeker, blessing, man. Veel boys ook. Zo. Veel boys. Ja, was dat vroeger niet veel hoofdpijn, zeg maar, onderin? Ja, weet je, mijn 2 oudere broers die zijn een stuk ouder. Okay. Dus ik was vooral met mijn broertjes, met 2 broertjes. Ja. Daar groeide ik mee op. Ja. Dus ja. Ja, dus ik heb 1 broertje en 1 zusje, maar vroeger was dat niet echt altijd. Vier handen op 1 buik of zo. Nee, dat is ook raar als je dat vraagt. Ik weet niet. Het lijkt me onlogisch, want je moet toch wel een moment hebben dat je eens een keertje niet eens bent met elkaar. Je kan toch niet. Oh ja, is goed idee. Ja, weet je. Discussion. Ja, dat zou raar zijn, toch? Ja, heb ik wel met mijn, zeker. Heb ik wel met mijn familie hoor. Dat. Ja. Nee. Hey, mag ik nog een theetje? Zeker, man. Zeker, man. Hoe ben jij eigenlijk, hoe zijn jullie erop gekomen om een podcast te doen? Staff Nation is een platform. Mm-hmm. En ja, nu we dit doen, elkaar vragen, kleding, wordt het echt een platform. Je hebt veel meer, misschien houden mensen niet van onze muziek, maar wel van de kleding of van de elkaar vragen met Kees. Reach gewoon. Ja, precies. Ja. Dus zo doen we, man. Ja. En we merken nu ook, het wordt ook steeds meer volgers komen erbij. Ja. Niet heel snel, maar we willen alles wel heel organisch laten verlopen. Zeg maar. Ja, want we kunnen ook gewoon echt geld erin pompen. En dan, ja. Heb je dat ook geprobeerd? Ja, betaalde advertenties. Ja, dat heb ik ook geprobeerd. Ja, dat doen we wel. De beats en dat soort dingen heb ik ook geprobeerd. Ja, dus. Maar ik moet dat wel meer gaan doen, zeg maar. Ja. Maar dat zijn weer die dingetjes, omdat je met zoveel dingen bezig bent, vergeet je de kleine dingen, zeg maar. Ja, dat, maar ook de keuze van, dat heb ik ook weer geleerd van ook zo'n ding waar ik in ben gestapt. Weet je hebt vaak een keuze tussen tijd en geld. Als je geld hebt, kan je in de ads stoppen. Heb je geen geld, dan moet je de tijd stoppen. Ja. Snap je? Uh-huh. Ja, dat was. Ja, dat heb ik dan ook, weet je. En ik word gekozen dat mijn pet niet goed zit. Oh, kijk eens. Zo wordt het, hè? Ja. Ik heb ook een stylist te zien. Ja. Ja. Ja, man. Ja, die heeft mijn haar ook gedaan. Dat is wel goed gelukt. Ik deed het Hij zou zeggen echt niet. Ik deed het wel eerder altijd gewoon zelf. Als ik zo kaal. Ik doe nog steeds zelf, ja, man.
Ja, maar ik, nu heb ik lang haar. Ik wil het wel proberen. Nee, dat, ja, ik snap, als je lang haar doet, dan is dan het... Maar ik begin ook een beetje... Maar zeg je wel eerlijk, ik was van de week in de douche en toen dacht ik van... Hé, ik ga het knippen, man, denk ik, man. Oh. Voor alles, gewoon even... Niet, misschien niet zo, maar wel echt gewoon kort. Ja, kort, dat kort. Ik even denk van even fris. Weet je, even een andere look ook. Even kijken, ik pak ondertussen eventjes een... Ja, pak man. Wat heb je voor... Dus ik heb hier ook rooibos. Oh, honey of original? Doe die honey maar. Kijken wat dat moet zijn. Rooibos. Laatste vroege collega van mij. Wat voor thee wil ik zijn? Nou, neem wat mee. Nam je rooibos voor me mee? Nah. Wat, niet ja, ik vind dat niet tof, man. Dus nee? Ik was echt met lange tanden aan het drinken, weet je. Hey, alsjeblieft, ik zou je bedanken, man. Ik kijk naar die zakje en denk, rooibos, ja. Thanks, man. Voor die collegiaal, weet je. Hey, ik pak even een vraag voor jou. Zeker, man. Dat wilde ik eigenlijk net vragen. Ik pak ondertussen even een koek. Ja, het is op zich wel een... Welke stad in Nederland wil je nog graag een keer bezoeken? Het klinkt raar, maar ik was laatst naar Ardennen geweest. Toen reed ik langs Maastricht, zeg maar. Oh, dat is wel een chill stad. Hey, neem maar gewoon ook de view, zeg maar. Ja. Wil je toch op een gegeven moment kom je met heuvels en zo. Hey, what the fuck is dit? Ja, dat is daar. Dit is heel anders, veel. Man. Hier Limburg heeft dat veel. Ja. Ja, dat is echt zo. Ja, hey, dus daar zou ik wel nog een keer naartoe willen. Ja. En jij? De Kastriels. Ja, goede vraag. Welke stad zou ik graag nog een keer weer willen bezoeken? Dat is geen stad. Ja. En daar kom ik vaak los. Stond er in Nederland of? Nee, in Nederland, ja. Oh, jammer. Maar misschien moeten we globally denken, weet je. Ja. Maar ja, nog een keer bezoeken of überhaupt willen bezoeken, weet je. Laten we zeggen willen bezoeken. Er staat wel veel op het lijstje dan, weet je. Ik zou graag naar bijvoorbeeld Brazilië. Mm-hmm. Dan die hoofdstad, hoe heet die hoofdstad? Rio. Nee. Rio? Nee, is dat Rio? Nee. Dat is die instinker, toch? Ja, volgens mij ook, ja. Volgens mij, in ieder geval een van die steden, daar lijkt me heel gewoon om te proeven. Ik denk dat cultuursnijver, dan heb je allerlei steden waar je wel naartoe kan gaan. Ja. Maar, ik ben naar Bora Bora. Oké. Okay. Ja, nice. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Ja, die eilanden zijn, dat is eilanden, hè. Ja. Ik zag daar, iemand zei Bora Bora. Ik ja, maar ja, hoe kom je dan weer daarbij? En toen keek ik naar die plaatjes op Google en dacht ik, wow, hé, daar wil ik echt naartoe, man. Ja. Dat is echt nice, man. Ja, dat ziet er echt, wel. Echt, gewoon dat je gewoon vanuit je kamer kan je duiken in de zee. Jeetje, dat soort gekke dingen. Ja. Hey, gek, man. Ja, klopt, ja. Oh, ja dat je het gewoon in jouw appartementje hebt. Ja. Goals. Zeker. Goals. En dan een vakantiehuis, wat je net zei, vastgoed, toch, daar? Ja. Is het klaar, goals. Ja. Goals. De inkomen. Ja. Brazilië. Brazilië. Ja, zeker. Ik dacht, man, heet het niet hetzelfde? Is toch van die horrorfilm? Ja, dan gaat die. Hadden ze een prijsvraag en dan hadden ze ook Rio de Janeiro hadden ze opgegeven. Ja. En dan kregen ze een reis naar Hawaii. Ja. En daar gebeurde al die shit. En op een gegeven moment, in het midden van die film, zegt hij ook van. Kwamen ze erachter van: hey, Rio de Janeiro is niet eens die hoofdstad. We zijn gewoon gesaust. Je weet daarom komen ze in die horror. Ding. Oh ja. Ja, man. Oh, wat zou je kopen van je laatste 5 euro? Iets voor mijn kleintjes, als ze het nodig hebben. Denk ik als eerst. En anders, ja, wat moet je kopen? 5 euro. Ja, maar het hangt ook van welke situatie je bent. Ja. Heb je honger? Dan ga ik eten kopen. Ik denk brood. Ja. Brood en rijst. Of water. Als je in survival mode is, water. Is rijst is ook een goede trouwens. Daar kan je natuurlijk heel vaak halen. Ja, toen die corona pas kwam, dan gingen mensen... Die dingen inslaan, toch? Wc-papier. Oh ja. Maar broer, ik was al op einde de tijden, je weet toch? Ja, de wereld vergaat. Dus ik zei tegen mijn meid, we kopen alleen maar groente in blik, je weet toch? Wij ook. Broer, dus iedereen was gierig, voor die toilet. Ja, bro, man. Je zag mij alleen maar groente in blik. En brood om te bakken. Ja, dat alleen niet meer te gebruiken, maar ik dacht alleen op survival mode. Ja, bij de hele shopping, hoe noem je dat? Zo'n shopper vol, weet je. Met dat soort van, als we niet meer naar de winkel kunnen, of Abby's of zo, weet je. Ja. En dan kunnen wij nog eten, maar door die gekke tijd. Ja, echt, die survival. Ik ook die kleine moest met handschoenen, maar het was toen pas, weet je toch? Ja. En ze zaten in de supermarkt. Hey, niks aanraken, toch? Mensen kwamen elkaar tegen de supermarkt en een man wilde een andere mijn hand geven. Hey, lang niet gezien. Hij zei, nee, ik geef geen hand meer. Ik dacht, dan krijg je dit soort situaties ook, weet je toch? Echt. Shit, survival mode. Ja, man. Graag. Dan doe je altijd gekke dingen als je in survival mode.
Soms vraag ik me af, zou ik het overleven, zeg maar? Ja, ik stel die vraag heel vaak, weet je. Van oké, weet je, zou ik surviven? En, mm-hmm. Maar ja, je weet wel, ik kan ook wel heel ver gaan in mijn mind. Ik ook. Weet je, snap je helemaal zombie en zo. Ja, ja, ik ook. Hoe ga ik mezelf verdedigen? Ja, hoe ga ik dit aanbaken? Ja, hoe ga ik mezelf voeden, weet je. Hoe ga ik mijn kids, weet je. Zo ga ik wel helemaal, denk ik, zou ik dat kunnen? Nou, dat is altijd ja. Sowieso. Totdat je in die situatie komt. Maar dat is ook gewoon meer van, weet je, dan moet ik dat voorbereiden. Weet je, moet ik gewoon dingen voorbereiden, weet je. Van, ja, ja, maar zo werkt bij mij wel. Ja. Ga je wel scenario's bedenken. Ja, maar dan komt is er een hele andere situatie. Bijvoorbeeld een muis. Ik heb echt vrees voor muis. Die hele survival mode in mijn hoofd, hoe ik het had gepland, is helemaal weg. Ja. Nee, ik ben gewoon paniek. Hey, muis. En terwijl normaal denk ik, ja, zombies. Ik ga dat afbakken. Ja, ja, ja. Kom, ik schiet stuk dood. Ik heb wel een vet verhaal over een muis. Hè. Ik ging toen in Utrecht wonen bij George. George van de O, weet je. Mm-hmm. Hij woonde toen in Utrecht. En wij zeiden, ik ben niet bezig te bang, maar er was een muis in huis. En wij werden daar helemaal gek, gingen er helemaal in. Helemaal zo'n muizenval maken die nergens op sloeg. Even serieus, een schoenen doos met glasscherven erin. En van die vage shit, weet je. En, ja, man. Helemaal wachten van, ja, gaat dit lukken of niet? Ja, die sloeg echt nergens op. Maar helemaal dedicated. Ja. Dedicated van, ja, we gaan deze vangen. Ik was een keer met Kiko in huis. Als hij dit hoort, hij gaat zeggen, dit is niet waar, maar dit is real talk. En ik moest in de ochtend moest ik werken, maar hij bleef slapen. Dus ik kwam, na mijn ochtenddienst kwam ik terug. En ik was toen aan het afwassen en hij was nog in de kamer. Maar ergens zie ik iets voorbij flitsen, je weet toch, in mijn ooghoeken. Dus op een gegeven moment denk ik, hey, Kiel, draai je even om. Dus nu draai ik me om, ik zie die muis. Dus ik zeg, oké! Hij zegt, dus hij komt eraan, hij komt in die deur open. Hij zegt, wat is er? Ik zeg, een muis. Hey, deze keel komt met de hamer. Met de hamer, maar dan staat hij gewoon bij die deuropening. Waar is hij? Waar is hij? Zeg, Kiel, waar is hij? Kom naar hier, jongen. Wat is hij? Waar is hij? Hier staat hij met de hamer. Ja, snap je? Ik denk, wat kom je met die hamer doen, broer? Echt, jongen. Zo gelachen, jongen. Shit. Wat je allemaal niet doet als je in paniek ja, bent. Man. Echt. Ja, man. Geweldig. Shit. Heb je andere fobieën? Ik heb niet echt per se een fobie. Kijk, weet je, als ik ergens op een hoog gebouw sta en ik kijk naar beneden, dan denk ik echt wel wow. Weet je, en dan krijg je echt wel die kriebel in je buik of zo. Ja, ja, ja. Oké. Als ik spinnen of zo, weet je, ja, weet je, maar ik wil ze ook niet per se pakken. Nee, weet je, dat doe ik liever zo, weet je, in plaats van, ja, toch? Inderdaad. Gewoon met slipper, weet je. Inderdaad. Dat. Nee, dus niet per se, niet per se. Ja. Fobieën. Ja. En heb je nog dromen? Natuurlijk heb je dromen, maar wat zijn één van je dromen? Of? Nou, ja, weet je, het zijn meer doelen, weet je. Want je zet er een plan achter eigenlijk, weet je. Kijk, de droom is gewoon dat mijn kids het gewoon goed gaan hebben, uiteindelijk. Dat is mijn ultieme droom, dat zij het gaan maken eigenlijk. Ja. Maar ja, dat betekent dat wij dat nu eigenlijk voor die zaadjes moeten planten bij hun, dat zij zover komen of zo, weet je. Ja. Ja, dat is dan wel een droom. Maar dat moet je omzetten in een plan, zodat het een doel wordt. Weet je. Zeker. Dat is ook zo'n quote voor of zo. Of Denzel Washington zei dat of zoiets. Van een droom is een droom is een. Nee, wat is het? Ik ga hem voor je opzoeken. Ja. Die hit mij al van oké, als ik een droom heb, moet je die omzetten in een doel. Ja. Weet je, dan is het een plan. Klopt. Of zoiets. Nee, maar dat is echt zo, want anders blijft het maar dromen. Ja. Maar kijk, een echte droom, Maluku Vrijjack. Ja. Weet je, echte droom is dan, weet je, dat wij bijvoorbeeld WK gewoon een hele stadion van mijn bank zouden. Ja. Of beter ook niet, eigenlijk. Weet je. Ja, dan wordt het terror. Ja, wordt terror, joh. Echt. Maar weet je, dat is dan wel echt een droom, weet je. Omdat dat doel is best ver. Ja. En ik ben wat dat betreft echt een RMS'er in die zin van, ja, ik wil dat zij in ieder geval vrij zijn. En weet je. Ja. Niet meer onder het juk van Indonesië of Nederland zitten, weet je. Maar gewoon een eigen. Maar ja, weet je, dat is het ideaal. Dat is wel echt een droom, hoor. Dat je familie gewoon vrij kan bezoeken. Nu doe je het onder de mond van, ja, je gaat naar Indonesië. Ja. Je gaat naar Indonesië, maar je wilt in Maluku, weet je. Ja. Dus dat is misschien wel een goeie, dat mijn kids ook gewoon vrij kunnen reizen daartoe zonder gedoe. Zeker. Ben je al vaak geweest? Ik ben twee keer geweest. Ja. Maar niet de laatste keer? 2006. Oké. Okay. 2006, ja. Ik ben nog nooit... Nee. Ja, 2000, ja, de eerste keer was midden in die oorlog. Ja? Ja, ik was 15 jaar. Dat is... 16 jaar. Ja, 1999. Mijn eerste keer.
En toen moesten we vluchten? Heb je ja, we hebben wel echt hele sick situaties gehad. Oh, sowieso aankomst al. Wat dan? De aankomst, dan zaten we in een busje. En onze busje achter ons was een leger motor. Een soldatenmotor. En voor ons ook twee. Dus we werden al een soort van begeleid door moslimkampongs. Maar op een gegeven moment kwamen wij bij een kampong. En die hele straat was vol. Allemaal mensen met speren parangs. Gewoon voor ons busje. En ik zat daar zo. Oké. Wat nou dan? Weet je, dus toen werd de vraag gesteld. Shalom of salam? Dus christelijk of moslim? Dus mijn oom zo. Shalom. Hatalai. Oh, hatalai. Hup. Die hele weg ging open. En we konden weer doorrijden. Dus zo begon mijn eerste dag al daar. Weet je. En maar het gek genoeg heb ik daar zo'n goede tijd gehad. Mijn eerste keer. Ja. Ik kijk terug. Niet met. Oh jeetje, was echt eng. En nee man. Ik heb zo'n vette tijd gehad daar. Ondanks dat daar oorlog was. Ja. Maar hij was iets gezien inderdaad. Ja. 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 Ja, of weet je, rookpluimen, dingen in de fik, weet je. Of dat we in de straat lopen en hoe je kak. Weet je, wat is dit? Weet je, zo. En hoe was het dan om terug te gaan dan? Ja wat het dus was, is dat wij konden dus niet met een normaal vliegtuig weg van Ambon. Uh-huh. Dus we moesten met een legervliegtuig, naar een legerbasis met een legervliegtuig. Legervliegtuig? Legervliegtuig, zo grote met zo'n late ruimte. Oh shit, ja. Maar dat de dag dat wij hem weg moesten, konden wij niet weg vanwege de chaos waarschijnlijk. Dus we moesten weer terug. Wij waren eigenlijk hartstikke blij dat we terug moesten, want we wilden niet eens naar huis. Ja. Maar de volgende, ik vertel die hele week, want die hele week is echt wel heavy. We gingen weer terug, bleven wij bij familie slapen die wat dichter bij mijn campus in de bergen. Dus we wat dichter bij de lage landen, zeg maar. En die nacht, joh, na die eerste keer dat we gingen, die nacht. Rond 12 uur 1 of zo ging die moskee dinges aan en dan hoor je de gebeden, toch? Ja. Alleen maar geweerschoten, bommen en dat hoor ik de hele nacht door. Dat was wel heavy. Dat we ook echt even uit het huis en dan ging kijken van joh, waar gebeurt het allemaal? Ja. Dat je dan lichtflits daar, weet je, dat soort shit zag. Dat was wel heavy. Maar hoe moet ik dat zeg maar inbeelden? Zo'n beetje als oud opnieuw. Dit gewoon boom. Ja. Of ja. Is het gewoon boom. En dan ja, stil, nee, ja, en dan ja, ja, een reeks dat je dan heel veel had. En dan was het even stil. En dan hoor je verderop weer, weet je, allemaal dat soort. Maar die volgende ochtend dus, gingen wij weer naar het vliegveld. Om opnieuw te proberen van of we weer weg konden. En toen zaten we dus in de auto. En dan reden we op een gegeven moment zo weg. En dan was een groepje soldaten of mariniers. Die zaten achter een muurtje. Weet je, maar wij reden daar dus gewoon voorbij en er werd gewoon geschoten. Weet je, dus we zaten ook echt van, joh, weet je. Ja. Zat gewoon midden in die vuurgevecht. Ja, ik weet niet, maar hun zaten ook echt achter dat muurtje zo, en wij reden daar zo langs. Nou, dat was echt gewoon het moment dat ik dacht, letterlijk verstijfd. Weet je. Ja, als je verstijft, dat was het moment dat je echt verstijft van, joh, what the fuck is dit, man. Mm-hmm. Dus, maar toen kon het weer niet. En toen zijn we weer teruggegaan. En de laatste keer konden we eindelijk boarden, zeg maar. En dat was ook nog wat. Ik had een bril met een brillenkoker. En ja, je hebt niet van die machine staan die je gaat checken. Gewoon een gast gaan, die gaat in jouw tas kijken. En mijn brillenkoker staat vet groot RMS. En ik zat echt, weet je, kring aan. Ik zat echt te zweten, weet je. Van ja, als hij dat gaat kijken, ja, wat gaat hij dan doen? Mm-hmm. Maar hij ging niet kijken. Dus dat was wel. Maar toen zijn wij dus in de legervliegtuig, in die laadklep. Yeah. Zijn we naar, volgens mij was het Ujumbandan gevlogen. En vanaf daar naar Bali. En dan zaten we daar nog een weekje. Omdat er geen vliegtuig naar Nederland ging. Shit. Dus dat was wel heavy, man. En hoe oud was je toen? 15 of 16. 15 of 16. Hey, yo. Ja, gek. Dat is heel wat anders dan wat ik heb meegemaakt. Ja. Ik ben één keer in Indonesië geweest. Oh joh. Toen ben ik gebeten door tijger. Hè? Ja, Jacob. Tijger, hè? Ja. Zomaar thuis. Nee, je kan op de foto toch met die tijgers en die apen. Oh, serieus? Ja, dat klopt. Ja. Maar volgens mij worden ze volgespoten of zo. Dus nu, ik was helemaal hyped op. Ik dacht, ja, we gaan met... Toen was een Siberische tijger, maar was een kleintje. Oh. Maar hij was al vet groot. Ja, hij was echt vet groot. Dus nu, we komen daar. Ik zie die man met die stok, begint hij die tijger wakker te slaan, toch? Maar ik dacht van, het was normaal. Maar helemaal niet bij nagedacht. Ik zeg, ja toch? Dus ik ga zitten zo en ik zeg tegen mijn broertje, hey, maak foto. Maar ik zie al, hij wil ineens, wil die spelen toch? Dus ik zeg, doe snel, hey. Ik zeg het je, deze
die dingen gaan met misschien net als hoe een hond nipt. Ja, maar voor mij gevoel, ik had gewoon kras op mijn been. Ik dacht, what the fuck? Hey, Siberische tijger. Daar zag ik aan. Ik ben gebeten door Siberische tijger. Okay. Ja, die kan je wel zeggen, weet je. Ja, toch? Nee, op je cv. Ja, ik ben nooit gebeten door een Siberische tijger. Om een survival toch. Snap je? Survival mode. Daarom weet ik hoe die survival mode. Daarom begon ik dus direct. Ja toch, ik weet wat je bedoelt, maar survival mode. Ja, toch. Shit. Maar waar ben je nu nog mee bezig, zeg maar? Nou, vooral bouwen, weet je. Ik ben gewoon beats aan het bouwen. Die wil ik gewoon. Ik wil gewoon zoveel beats, zeg maar, in mijn shop, in mijn store hebben. En vooral dit eerste half jaar, vooral flink wezen bouwen eigenlijk. Mm-hmm. Zoveel mogelijk beats klappen en dat ook afmaken. Want dat is ook altijd ding. Ik heb heel veel beats, maar zoveel beats ook maar afgemaakt, weet je. Ja, ik ken het. Maar dat in ieder geval. En ik werk heel veel samen met een guy uit Amerika. Die haalt van tijd tot tijd eens een beatje bij mij. En ik mix en master wel tracks voor hem. Best wel wat de laatste maanden. Tof. Ja, dat is heel tof. Ja, hij is wel connected ook met een soort van West Coast hip-hop. Oké. Okay. En dat is dan wel stiekem een beetje een deurtje, weet je. Ja, toch zeker, dat is, man. Dat is zeker. Echt wel vet. Dus, want hij heeft ook echt futurings. Vashon, ken je die toevallig? Vashon. Ja, ik ken hem zelf ook niet, maar... Nou, daar heb ik een nummer voor gemixt. Currency, ken je? Ja, Currency, ja, met Wiz Khalifa rap. Hij heeft, als het goed is, een featuring met hem. Oh shit! Dus die track heb ik al gemixt, maar met een lege spot. Zo van, die lege spot is voor Currency, weet je? Ja. Co-produce zelfs die track, dus ik heb ook shit aan die beat gedaan. Dus dat is wel vet. Dat is hard, ja man, zeker. Die guy, daar ben ik veel mee bezig in de laatste maanden. Goede connect is dat. Een goede man. Hele goede connect. Fun fact is, hij is de eerste die ooit een beat bij mij gekocht heeft. En al die tijd is hij bij mij, zijn wij goed connected gebleven, weet je. En op die beatstars, dat werkt net als Instagram met een naam, toch? Dat mensen je kunnen zoeken op beatstars. Ja, zeker. Maar wat vanuit beatstars dus ook weer. Maar kijk, ik heb een website bijvoorbeeld, hè. Okay. Vanuit beatstars is dus de pro page, waarbij je dus eigenlijk een template hebt voor de website. Dus vanuit je hebt de beatstars marktplaats, zeg maar. Ja. Daar kunnen artiesten terecht. Maar ik heb ook mijn eigen site. Weet je, dus dan kan ik ook zelf traffic, zeg maar, bijvoorbeeld door social media, traffic sturen naar mijn site. En wat je net zei ook met die merchandise. Dat zit allemaal gelinkt via dat hele Beatstars platform. Oh, dat is wel sick. Kijken, man. Dat is wel heel sick. Ja, man. Dat biedt gewoon mogelijkheden, weet je. En ik moet zeggen dat ik ze nog niet to the fullest, zeg maar, gebruik. Zoals wat ik net over die e-mail marketing, weet je, dat je dus geautomatiseerde e-mails kan versturen. Kijk, als iemand bijvoorbeeld een beat downloadt, want je kan gratis downloaden om te checken, dan komt die automatisch in mijn e-maillijst. Gaat er automatisch een berichtje naartoe van, hey, dankjewel. Oh. Weet je, hier ook alvast een promocode voor je volgende beat, weet je. Zo, dus je kan een hele marketing, strategie, of ja, weet je, kan je gewoon uitbouwen. Door alleen maar door iemand die alleen maar is gaan downloaden. Ja. Of een beat heeft gekocht. Ja. Weet je? Die komt dan automatisch in mijn e-maillist. Dat is wel vet. Ja, en dat is in alles staat ook in je linktree op Instagram, zag ik toch? Ja. Die moeten trouwens wel even bijwerken, want ze zijn ook wat ouder. Maar dat klopt, staat wel in mijn linktree, inderdaad. Ja. Dus als je rapt, zeg maar, en je kan geen beats maken, maar je bent wel op zoek naar beats. Yes, sorry. Jullie hebben net zijn Instagram, k.i.d_music. Ja, man. Ja, toch? Helemaal goed. Ga check hem daar en dan kan je via Beatstars of stuur een DM. Ik weet niet precies hoe dat met Beatstars werkt. Dat moet ik zelf ook nog even gaan checken. Ja, man. Maar ga checken, man. Ja, zeker. Zeker. We zijn al lang aan het praten, man. Dat is man. Ik praat graag. Weet je nou. Ja, ik luister ook graag. Dus ik heb weer heel veel geleerd, man. Echt over Beatstars. Ja, dus misschien zijn we binnenkort collega's op Beatstars, man. Ja, nou ja, dat is alleen maar goed. Je kan ook collabos doen, hè. En dan samen vangen. Oh, dat kan ook nog? Natuurlijk kan dat, ja, man. Oh, je kan ook samen collabos, de percentages verdelen. Dus dan je kan alles share. Daar, merchandise. Ja, dat kan wel veel. Ik heb echt gespeeld, man. Ik dacht echt dat het gewoon om beats ging, hè. Ja, ik gaat het ook, maar het is gewoon groter dan alleen beats. Ja. Het is eigenlijk gewoon de music music community bij elkaar brengen. Ja. Weet je? Je bent nu gewoon niet afhankelijk van platenlabels. Ja. Of A&R's of whatever, weet je. Je kan gewoon linken aan elkaar. Dus als je misschien beats maakt, dan ga ook checken, man. Beatstars, man. Je kan netwerken, alles. Dus Ja, man. Ik heb echt, wat ik altijd ook aan mijn gasten vraag, zeg maar. Heb jij, zeg maar, nog... Wat voor advies zou jij je jongeren zelf geven, zeg maar? Ja, goede vraag. Ik denk dat wat wel vaker is geroepen, is gewoon doen. Mm-hmm. Weet je? Je moet niet wachten, niet twijfelen.
als je iets wil en daar, weet je, wil je hart in steken of tijd, weet je, je hebt daar passie voor of zo, moet je het gewoon doen. Yes. Maar wat misschien nog, wat ik misschien nog meer zou geven aan mijzelf, is, weet je, meegeven hoe kostbaar tijd eigenlijk is. Weet je, dat je, ja, in die zin dat je je tijd dus moet goed benutten, zelfs, of eigenlijk juist wanneer je nog jong bent. Mm-hmm. Weet je, want nu, weet je, als je jong bent, dan is het vooral lang leven de lol, ik ben jong. Maar als je nou slim bent en een deel van die tijd juist investeert in jouw toekomst en daarop bouwt, dan ben je sneller dan, weet je, dat is voor mij omdat ik weet van, was ik nog maar eerder begonnen bijvoorbeeld. Daar wilde ik je net, als je je tijd gewoon in een vroeg stadium al goed gebruikt, weet je, goed benut, mm-hmm. zelfs in jouw jongere, want ja, weet je, als je thuis woont of je hebt geen kids, of dan heb je dus heel veel tijd. Mm-hmm. Weet je? Maar denk je dat het dan ook niet is een stukje, zeg maar, als je jong begint met die dedication, ja, dat het op een gegeven moment een patroon wordt. En dat je naarmate, je, want net wat je zegt, je bent jong, lang leven de lol. Ja, ja, en dan ja, op een gegeven moment moet je verantwoordelijkheid gaan nemen. En ja, dan denk je van, ja, dat had ik nooit gehoeven. En nu moet het ineens. Ja, maar dat is dus wel een sleur en ja, wordt het zwaar. Nou, dat is dus wel een goed voorbeeld van, weet je, begin daar eens eerder mee. Ja. Weet je, zet die stap gewoon eerder. Man. Tuurlijk, want als je jong bent moet je gewoon wel die vrijheid. Zeker, voor dat, ja, ja, maar als je, ja, dus, ja, van al die tijd die je hebt, wat reserveert voor whatever je nastreeft, whatever je doel of droom is. Als je daar al investeert, dan ben je er sneller. Dat is een goeie, weet je? Man. Ja, dat zou denk ik wel goed zijn, man. Ja. Dat is een goed advies, man. Ja, man. Nog niet eerder zo. Time management. In de vroeg stadium. Daar ben ik zeker lacking. En ik vraag ook, ja, op werk altijd die cursus, ja, aan. Time management. Want dat is, ja, echt een ding wat ik nog echt moet, ja, moet upgraden, zeg maar. Ja, weet je, het brengt je ook discipline, man. Als je tijd gewoon goed manage, dan zit je ook gewoon op discipline. Want je moet in een bepaalde tijdsbestek of je planning. Je plant gewoon een, weet je, ik ga dan dat doen. Moet je dat ook doen. Ja. Weet je? Inderdaad. Als je dat niet doet, ja, dan haal je je eigen planning niet eigenlijk, weet je. Dus ja. Maar dat is omdat je zo met zoveel dingen tegelijk bezig bent, dan is die, ja, time management, denk je, ja. En afleiding. Ja. Zoveel afleiding. Als je telefoon pakt, hoe lang je eigenlijk al zo bent, weet je, te lang op een gegeven moment, weet je. Dan denk je, hé, wat de fuck ben ik aan het doen, man, weet je. Ja, maar als ik, huh, zeg maar eenmaal met muziek bezig ben, vergeet ik mijn hele telefoon. Dat, ja, is heel raar. Ja, ik ben andere wel, momenten heb ik continu met, ben ik bezig. Nee, ik ben snel afgeleid. Ja? Dat is op zich, ik zit ook in mijn zoontje. Mijn oudste zoontje is ook echt zo'n spiegelbeeld. Weet, ja, je? Dat, oh, fuck, man, dan word ik boos op hem, dan denk ik, ja, dat ben ik zelf, weet je. Shit. Ja, dat is echt. Dat is herkenbaar. Ja, dus ja, weet je, dus dan zie ik van, ja, dat is voor mij belangrijk om te zorgen dat die afleiding ook niet te veel aanwezig is. Ja. Want anders kom je er ook niet aan. Nee, zo, inderdaad, zeker, man. Ook dat is time management, weet je. No distractions. Ja, dat is ook een goeie, inderdaad. Goeie. Ja. Don't get distracted, man. Zeker, al die bitches en al die zoiets, ja. Ja. Focus blijven, maar dat is ook moeilijk, hoor. Ja. Heel moeilijk. Zeker als je jong bent. Ja. Zeker. Ah, tenzij je gewoon wel weet wat je wil, weet je. Als je weet wat je wil, dat is al een pluspunt, hè? Ja, klopt, maar dat wist ik vroeger. Nee, ik ook niet. Dat is wel, Ja, man. Hey, Micha, ik wil je sowieso bedanken voor jij bedankt, met ons, man, gedeeld. Los. Ja, man, je komt... Kom zeker veel een keer langs, man. Ja, vaker, joh, lang. Zeker. Ik heb al gezegd, vanaf volgend seizoen wil ik, zeg maar, met meer koffie, gasten. Koffie. Zeg maar. Kuppensoep. Seizoen 2. We gaan dan gewoon alles af, toch? Dus nee, ja, man. Kom zeker nog een keer langs, man. Ja. Will do. Ja, toch? Ja, man. Zeker. Thanks. En voor alle mensen die hebben gekeken, ik wil jullie sowieso bedanken. Wat ik nog een keer wil zeggen. Vergeet niet even onze trui, onze webshop te checken. Staff Nation op Instagram. Daar kan je van alles, alles vinden. Muziek, K-vragen met K, Pickwick met Rix, fashion, wat je maar wilt. En als je denkt van, hey, met deze boys wil ik wel een collabo doen. Hey, wij staan open voor alles. Dus slide gewoon in die DM, in die MD. En dan kunnen we altijd ophoeken, man. Netwerken, je weet toch? Iemand zei ooit tegen mij, wil je echt rijk worden? Weet je wat echt rijkdom is? Een groot netwerk. Dus... Weet je toch? Join the club, man. En voor nu, bedankt en ik zie jullie volgende keer. Peace. Hey. Ben een controller, neem je body nu over. Ze moeft als een slang, zet er in trance en geef jezelf over. En we gaan go. En daarna ga je lo.